Welkom in Utrecht, welkom bij de finale van de play-offs 2018-2019. Over een klein kwartiertje gaan de spelers hier achter mij op het veld, de spelers van Kampong en Bloemendaal, beginnen aan die naar die zo lang verwachte finale. Prachtige wedstrijd staat ons te wachten, maar we gaan tot die tijd voorbeschouwen op die wedstrijd met niemand minder dan Wouter Jolie, oud-international natuurlijk, oud-speler van Bloemendaal. Werd vijfmaal landskampioen, waaronder ook het laatste jaar 2010. Wouter, mooi dat je er bent. Ook aanwezig vandaag onze bondscoach Max Caldas. En was tevens in het jaar 2010, het jaar dat Bloemendaal voor het laatst die landstitel won, toen ook coach van Bloemendaal. Max, ook mooi dat jij er bent. Wout, ik wil eerst bij jou beginnen. De tribunes achter zijn nu gevuld. Dus we gaan hier naar schatting 4000 mensen zitten straks. Ja, wat vind jij tot dusver van de sfeer? Ja, je begint echt te merken dat het finales wordt. Hè? Dus vorige week was ik ook in Amsterdam op Bloemendaal. Dat is nog was iets rustiger. En dit is, dit zijn ook gewoon de twee beste ploegen. Dus het is gewoon volledig terecht dat het vandaag uitverkocht is. Het is zaterdag al uitverkocht. Dus je merkt dat het nu echt om de prijzen gaat. Ja, het gaat om de prijzen, Max. Spanning bij de mensen op de tribune. Heb jij dan toch ook een beetje spanning voorafgaand aan zo'n wedstrijd? Dit zijn de wedstrijden waar mensen naartoe leven. Heb jij dat ook? Nee. Ik kom alleen maar te genieten. Dus ik heb genoeg spanning met mijn eigen werk. Dus ik ga niet extra werk overnemen, zeg maar. Dus, maar zeker als je hier naartoe rijdt, je denkt wat kan er gaan gebeuren. En dat speel je een beetje in je hoofd, maar op een zeer relaxe manier. Dat is goed om te horen. Een relaxte bondscoach is altijd goed. Wout, je hebt voor ons de play-offs, je hebt zelf natuurlijk ook de play-offs op de voet gevolgd. Ja. Wie gaat er vandaag als favoriet deze wedstrijd in? Dat is natuurlijk best lastig te zeggen, want die twee ploegen hier, die hebben allebei 2-1 gespeeld tegen elkaar in de competitie. Ze hebben volgens mij evenveel punten, evenveel goals voor. Alles is gewoon gelijk. Ik denk dat Kampong echt wel voordeel heeft. Die hebben de laatste 2 jaar gewoon die landstitel gewonnen. Dat is echt wel ervaring. Nou, dat weten wij ook een beetje onze tijd. Die neem je echt wel mee met een bepaald zelfvertrouwen hier, denk ik, vandaag. Dus in dat opzicht zou ik Kampong wel iets favoriet achter. Maar ik vind qua team en hoe Bloemendaal de laatste weken speelt, fitte selectie, zou ik toch licht favoriet voor Bloemendaal zeggen. Een licht favoriet voor Bloemendaal, dat zeg jij, Wouter. Max, ik ben toch benieuwd. Jij zit hier als bondscoach. Waar let jij het bijzonder op? Hè? Is dat echt gewoon op jouw spelers die je straks in de Pro League nodig gaat hebben? Zeker. Mensen daar misschien in zo'n potje ineens gewoon staan. En we kunnen ze bedenken voor hun club, voor hun team. Maar vooral die oranje spelers moeten in zo'n pot of 2 of 3 een bepaalde impact hebben op het veld, op de wedstrijd, op de uitslag van de wedstrijd zelf. Dat is wat wij altijd naar kijken en waar ik de meest benieuwd naar ben. Schrijf jij mee? Kijk jij alleen? Of doe jij nog iets van verslaglegging van zo'n wedstrijd? Of is dat dan na afloop met al de beelden die je gaat krijgen? Beide. En de rest van de stad die hier is blijft voortdurend met de WhatsApp vragen hoe het gaat. Onze teammanager is in Frankrijk met zijn vrouw, dus ik vermoed dat Joof vanavond zit alleen maar aan zijn telefoon. Dus het wordt niet zo gezellig aan tafel. Denk ik. Joof kijkt wel, toch? Hoop van niet, want anders heeft hij last met zijn vrouw helemaal s'avonds. Maar die gaat sowieso mij vragen hoe het gaat en wie goed speelt en wie niet goed speelt. Dus dat doe je wel zo. Alleen ik probeer mezelf van die telefoon achterzijde en de pot kijken. Ja, goed om te horen. Voordat we voor de rest gaan inzoomen nog meer op de ploegen die hier achter ons gaan spelen, Kampong en Bloemendaal, gaan we ook eens even kijken naar hoe de ploegen de finale bereikten. Hoe ze zich door de halve finale heen knokten. Dus laten we er eerst even naar gaan kijken. Heerlijke beelden om naar te kijken. Prachtig om die ontlading ook te zien, hè? Bij het winnen van zo'n halve finale. Kampong won de afgelopen 2 jaar de landstitel. Is op jacht naar hun 3e titel op rij. De prijzenkast van Bloemendaal is wat rijker gevuld. 23 landstitels staan daar al in. We hadden het er al over, de laatste titel voor Bloemendaal was in 2010. Toen waren jullie daar allebei actief. Wouter als speler, Max als coach. Max, wat weet jij nog van 2010? Het winnen van die finale tegen HGC? Eigenlijk ga je leven door. Hè? Alleen de gevoel was uitstekend. Ik herinner misschien de eerste landstitel beter dan de tweede. Ik weet wel dat toen waren wij misschien nog favorieter dan
Even zien naar de beelden, Max. Ja, ja, dan misschien nog favorieter dan, dan in de jaar daarvoor tegen Amsterdam. En we moesten iets gewoon waarmaken met ons spel. En ik denk eigenlijk wel, wat Bloemen er altijd heeft gehad, is in dit moment suprem wanneer wij moesten goed presteren. De spelers zorgden wel dat het team draaide, ook wanneer we niet zo goed speelden. En dat is wat Wouter net zei. Het is een bepaalde ervaring, een bepaalde gevoel dat je niet herkent van tevoren. En je kan de juiste buttons drukken op het juiste moment. En het was bij mij een onverredelijk jaar. Want vooral de verbindingen die je met mensen gewoon houdt, sindsdien zijn heel bijzonder. En ja, als je wint is leuker, maar ik hou bij dat. Ja, een van de jongens met wie jij toen naar landskampioen werd was Wouter Jolie. Wout, heb jij een mooie herinnering aan die laatste landstitel van Bloemen? Nou ja, het antwoord laat zich raden, maar ja, wat komt bij jou naar boven als je die beelden ziet? Ja, we hadden ook dit jaar, of dat jaar, hadden we echt een mooi team. Mooie mix van echte ervaringen, gasten als Jamie, Teun, Ronald Brouwer, dat soort jongens. Met echte, en allemaal spelers, zoals ik ook met 25 jaar, maar ook Jaap Stokman, AB Kessing, Tim Jennings. Al dat soort jongens hadden een goede leeftijd om veel titels te winnen. Niet te jong, maar nog wel super gretig, midden 20, dat was heel mooi. Ja, en ik weet, wij hadden het jaar daarvoor, dat het eerste jaar dat jij kampioen was, hadden Rodrigo Garza. Ja, die werd toen overgenomen door HGC, toen stonden we opeens tegen hem in de finale. Ook in de jaar 10 had je ook Roelie en Glenn. En, jonge jongens die gewoon echt de kans kregen om te spelen. Daar hebben we best wel mee gedaan. Ook in belangrijke momenten van de wedstrijd. En dat volgens mij was de key, de mix tussen de meest ervaren en de minst ervaren. En iedereen deed zijn ding. En daardoor was een hele uitgebalanceerde en krachtige ploeg. Ja, duidelijk. We gaan ook even inzoomen nu op de wedstrijd van vandaag. Twee spelers die dit seizoen heel belangrijk zijn voor hun club zijn Jip Jansen van Kampong en Arthur van Oren van Bloemendaal. Ik wil eerst even met Jip Jansen beginnen, Max. Dit is het jaar waarin jij hem als bondscoach bij het Grote Oranje hebt gehaald. En wat vind je van zo'n ontwikkeling dit jaar? Hè? Veel mensen hebben het erover. Dit is een jongen die zich hard heeft ontwikkeld. Maar hoe kijk jij naar zijn ontwikkeling? Ja, toen Jip afviel van de WK in India. Het is een tegenstrijdig, maar de boodschap was heel simpel. Hij was degene dat vorig jaar zich het meest had ontwikkeld. Individueel, vooral aan de bal. Een ongelooflijke, ook leuke jongen, gedreven jongen. Dat verstaat zijn krachten heel goed. En misschien vandaag voor Kampong kan een sleutel zijn van de wedstrijd. En dat de corner van Kampong tegen Maurits zou kunnen zijn. Een key moment voor de wedstrijd van Kampong. Ja, Jip Jansen zijn corner, je haalt het al aan. We zien de beelden. De corner van Jansen is ook sterk ontwikkeld. Hij is eigenlijk bij Kampong is die Haviga voorbij. Hij is nu de nummer 1 cornerschutter bij Kampong geworden. Ja, hoe goed is zijn corner nu op dit moment al, Max? Ja, kijk, de corner is een ervaringskwestie en hij is een hartstikke jong. Dus als hij met een gedreven is, dat op de corner gewoon ook traint. En in de loop der jaren gaat hij beter begrijpen wanneer, op welke momenten van een wedstrijd moet je waar, hoe dan pushen. Maar hij doet het gewoon uitstekend. En Martijn heeft ook een hele goede corner. Dus waarbij Kampong heeft twee wapens op de kopcirkel. En dat kan zijn op beide kanten van beide teams. De corner defense tegen de corner aanbal en sleutel voor vanavond. Ja. En dan een speler die bij Bloemendaal. Wout, jij wilde nog wat zeggen over Jip? Nee, dat is het. Hè. Die corner. Ik bedoel, Bloemendaal heeft nu met en Jasper Brinkman en Tim Zwaan en een variant gescoord. Dat is ook niet lekker voor Kampong. Nee. Maar je ziet, daar gaat wel het verschil zijn. Amsterdam maakte niet de corners in de halve finale. Bloemendaal wel. Anders had die uitslag ook maar zomaar andersom kunnen zijn. Hè. Ik denk dat wat Max terecht zegt echt wel beslissend kan zijn. Misschien een grote rol voor Jip Jansen vandaag ook in de finale. Dat zou mooi zijn voor hem. Tuurlijk. Ik wil bij Bloemendaal een speler eruit halen. Arthur van Doren, een jongen die in de defensie speelt eigenlijk op de plek waar jij vroeger ook stond. Met misschien ook wel eenzelfde wapen als dat jij had, Wouter. De paas. Ja. Schitterend bij hem. Jij had hem ook. Is dat ook direct zijn grootste wapen van Arthur? Die paas naar voren toe. Het vinden van het gaatje en dan die paas geven? Ja, vind ik wel. Het is natuurlijk echt een van zijn krachten. En kijk, hij kan ook heel goed het team neerzetten. Hij is echt een leider achterin. Mensen luisteren naar hem. Hij zet mensen goed neer. Dus dat is absoluut een kracht. Hij is ook verdedigend ontzettend sterk. Maar inderdaad, wat jij zegt, die passing, dat is iets waarmee hij zich echt onderscheidt. Ja, je ziet het, hè? Deze pass bijvoorbeeld tegen HGC. Ja, hoe hij hem daar dan neerlegt. Dat is echt briljanter. Hij ziet zo snel of waar die ruimte ligt. En dat is daarom denk ik zijn sterkste kant. Heel veel spelers kunnen goed coachen, goed verdedigen. Maar deze pass zie je eigenlijk bijna nergens meer. Dus dat is echt heel knap. Zeker ja. Iemand dat achterin speelde als vrije speler. Is ook een zeer positie dat gewoon ervaring telt een rol en dingen herkennen. Alleen hij vanaf Heljanghof
heeft hij inzicht om te bepalen wanneer je bal moet gedaan worden. En dat maakt hem wel eens speciaal. Hij weet al, voordat hij die bal van Mats gaat krijgen, weet hij al waar die Thierry of waar die Jorrit moet gaan inpassen. Dat, hij denkt gewoon vooruit en daardoor krijgt hij net even een seconde meer dan de rest. Ja, Max, ik wil toch even met jij even over deze wedstrijd en over de play-off finales heen kijken. Jij bent hier namelijk als bondscoach. Straks in juni een onwijs druk programma. We hadden het er net over, 7 wedstrijden tot dan die Final Four in de Pro League gaat plaatsvinden. Wanneer kom jij straks voor het eerst samen met jouw selectie? Volgende week vrijdag, 31 mei, komen we bij de hele groep bij elkaar. En twee spelen we tegen GB. Dus die avond blijven we alleen maar slapen. Degene dat 2 juni tegen GB gewoon zouden spelen. Dus we weten nu al intern wie gaat spelen en welke wedstrijd. Maar we wachten om dat bekend te maken dat dit van afgelopen is. Dat de jongens een beetje rust hebben een paar dagen. En daarna gaan we mensen inlichten over hun sommer. Zeg maar. Ja. Over rust gesproken, de laatste vraag voordat we straks overgaan direct naar de wedstrijd. Kijk jij ook naar zo'n wedstrijd als deze met de hoop dat spelers toch vooral heel blijven? Hè? We kennen het verhaal van Sander de Wijn, lang last van zijn lijf. Is nu ook niet topfit, gaat waarschijnlijk wel spelen. Hetzelfde geldt voor Lars Balk, ook niet topfit. Hoop jij toch ook niet vooral als bondscoach dat de jongens vandaag heel blijven? Als ik nee zeg, zou ik gewoon liggen. Alleen je weet wel dat wat wij proberen te doen bij de spelers is zeg maar de verantwoordelijkheid bij hun gewoon niet te leggen. Dat ze begrijpen hun lichaam beter. Dat ze juist de keuze kunnen maken. En dat ze kunnen ook wel weer zien dat de keuze voor misschien voor vandaag is een nadelige keuze over 2 weken. Maar misschien respecteer dat ze een keuze maken om vandaag te spelen. Terwijl ze niet helemaal fit zijn. So be it. En dan kijken we naar het eind van de rit goed. Ja, duidelijk. Wij moeten over naar de wedstrijd. Commentator van dienst Reen Borgert zit klaar om de wedstrijd van vakkundig commentaar te gaan voorzien. Max Kallers, onwijs bedankt voordat je hier aan wilde schrijven in de voorbeschouwing. Wouter, wij zijn terug in de rust. En voor nu gaan we over naar commentator Reen Borgert. Ja, goedenavond en welkom vanaf de bomvolle Klapperboom. 4000 man zijn getuigen van de ontknoping van het seizoen. De finale tussen Kampong in het blauw en Bloemendaal in de oranje shirts. Een finale die nu al uniek is, want nog nooit speelden deze teams tegen elkaar in de finale om de landstitel. Wel om de Europese titel. Vorig jaar toen werd het 8-2. Inderdaad, dat is een gekke uitslag in het voordeel van Bloemendaal toen. Maar eigenlijk was het 4-1, want het was in de EHL en veldgoals telden dubbel. Jonker, Constantijn Jonker, inmiddels gestopt. Schoot Kampong toen op voorsprong. En via Leonaar, Bovendeert, Brinkman, Thierry Brinkman en Dwyer won Bloemendaal uiteindelijk. Dat was het afscheid van Dwyer bij Bloemendaal en ook van Jaap Stokman en Tim Jenniskens. En vandaag mag Bloemendaal proberen om weer eens de landstitel te winnen. Dat is namelijk al een tijdje geleden. Het zal hier de startende elf van Kampong te zien zijn. Het is Sander de Wijn met nummer 12. Hij kan spelen. Een van de vele Kampongers die kampt met blessureleed. Dat ook voor Lars Balk. Zit er niet bij staan. Robert Kemperman, die zie ik hier wel op het veld lopen. Langs een trainingsjasje aan. Eind van het inspelen is een trainingsjasje uitgetrokken. En lijkt klaar om vanaf de bank te beginnen, maar wel mee te doen aan deze wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd tegen dit Bloemendaal. Dat het onder meer met deze elf gaat doen. Bloemendaal onder leiding inderdaad van Michel van der Heuvel, de succescoach. Hij zorgt al voor meerdere titels op het kopje. En moet er dus weer een vervolg aan geven. Aan die vele titels die er zijn gekomen bij Bloemendaal. Maar de laatste was in 2010, 9 jaar geleden dus. Glenn Schuurman, deze Glenn Schuurman, de aanvoerder van Bloemendaal, hij was daarbij. Een van de weinigen die daarbij was, ja, Roel Bovendeert ook. Maar die ontbreekt bij Bloemendaal. En een blessure, hij heeft een voetbreuk. Maar wil de return nog niet uitsluiten. Hoop nog dat hij nog in actie kan komen in de wedstrijd op het kopje. Dit is Michiel Otte, hij leidt de wedstrijd samen met Jonas van het Hek. En er is er nog iemand bij betrokken bij het arbitrale trio vandaag. We hebben namelijk een videoscheidsrechter, Koen van Bungen. Hij zit daar, precies. Kan dus ingezet worden door de teams en door de scheidsrechters. Als er een beslissing is die aangevochten wil worden of nader bekeken moet worden. Bloemendaal gaat zo beginnen. Florian Fuchs, de man die de winnende shootout nam afgelopen weekend voor Bloemendaal tegen Amsterdam. Hij mag de bal aan het rollen brengen. Hij kan beginnen aan deze wedstrijd. Deze finale tussen Kampong en Bloemendaal. De Duitser die nog nooit een titel pakte. Ook niet met zijn oude club USC Hamburg. Nog even wachten. Misschien tot het publiek is uitgeraasd, want het laat zich goed horen hier. Ook de meegekomen fans van Bloemendaal. Zoals u ziet, een keer elkaar hier opgezocht op het terrein van Kampong. Als het bijna zover is om te beginnen,
tussen Bloemendaal en Kampong. De zesde keer dat ze elkaar tegenkomen in de serie in de play-offs. De laatste twee keer ging de serie naar Kampong. Dat gebeurt allebei in de halve finale. In 2015 en 2017. We zijn begonnen, we zijn los. Deze nu al unieke finale. Deze twee grootmachten, nummers 1 en 2 in de competitie. De bal bezit voor Kampong met Luiks. Die hem inderdaad meekrijgt. Pepijn Luiks, dus hij de enige Luiks vandaag aan de kant van Kampong. En broer Jasper nog steeds geblesseerd, dat is hij al een hele tijd. Helaas vanaf de kant toekijken hoe zijn teamgenoten er vanaf gaan brengen. In Bloemendaal met Wortelboer. Van Doren. Van Doren, hij opvallende rol gespeeld natuurlijk in die laatste wedstrijd. Bloemendaal tegen Amsterdam. Miste een strafbal, maar scoorde een shootout. Maakte daarmee die misser direct goed. Beste speler, tweevoudig beste speler van de wereld, deze Arthur van Doren. Overgekomen van Dragons, een jaar geleden. Is niet de enige Belg vandaag op het veld. Emmanuel Stokbroefs, Manu voor Intimi op het veld bij Bloemendaal. Hij verlaat de ploeg van Michel van der Heuvel na dit seizoen. Hij keert terug, eveneens naar Dragons. Naar Brasschaat, waar hij vandaan komt. Dat is deze nummer 15, die we hiervoor in beeld ziet. Schuurman. De onderschepping van Sander de Wijn. Uiteraard met gejuich begroet voor het thuispubliek. Een overtreding van Bjorn Kellerman, de matchwinnaar van Bloemendaal afgelopen zaterdag. De eerste kans van de wedstrijd komen met Fuchs, cirkel in. Voorzet en die bal raken links. Langs iedereen, ook langs David Hart. Er is geen stik van Kampong meer aan. Gewoon uitslaan. Gevaarlijk moment. En een beetje spits had daar gestaan. Eerste speldenprikje is daarmee uitgedeeld door Bloemendaal. Lageman. Wilder. Lageman. En die bal is achter geweest. Is het Dirk de Vilder. Hij scoorde zaterdag ook tegen AGC. Zijn eerste doelpunt in dienst van Kampong. Niet trefzekers in de competitie, maar wel in de play-offs. Op de juiste momenten toeslaan heet dat. Van de Drift. Keurig tegenhouden daardoor de Wijn. En vijf allebei. Doen we dan met Kroon, maar dat moet terug. Moet achterom. Kampong houdt het daar goed dicht. Schuurman. Groot. Wederom Schuurman. Kroon krijgt een duwtje. Of het is Fuchs. Van Doren. En weer wachten en weer kijken samen met Mats de Groot. De centrale verdedigers van Bloemendaal. Gaat bal terug, hè? Die doen. Zwaan met de hoge bal. Kan gevaarlijk worden. Mooi aangenomen daar. Ringman. Goed dat ze een goal gekomen daar ook door David Hart. De immer betrouwbare sluitbos. De rots in de branding. Bij Kampong, de Ier. Stik niet tegen hem aan. Gewoon eigen man houden. Hij wilde Kroon die bal snel nemen, maar die werd even teruggevloot door Michiel Otten. Nou, het staat muurvast erachterin, dus dan Bloemendaal weinig anders dan de bal terugleggen. Hier vlak. Aan de middenlijn, net in beeld hier met nummer 14. Robert Kemperman staat klaar om in te vallen.
licht geblesseerd dus. Maar opgelapt voor deze wedstrijd. De belangrijkste man bij Kampong de afgelopen dagen. Dat was de fysiotherapeut. Die maakte overuren. Goeie actie daar van Kroon. En de 1-0 voor Bloemendaal. En de 1-0 voor Bloemendaal. Wat een wereldactie van Jorrit Kroon. Prachtige goal. Maar protesten bij Kampong. Het staat er wel zijn lichaam mee. Dus kan geen voordeel uit voordeel zijn. Dan is de overtreding van mij. Hij krijgt hem op zijn lichaam. Ik kan waarschijnlijk meeluisteren bij het moment van Sander de Wijn. Koen. Zij zeggen dat hij op zijn lichaam meeneemt en daardoor dat er vooruit komt voor de aanvallende partij. Hij zegt wel een overtreding, dus daar een corner. Wil je dat checken? De videoscheidsrechter wordt ingeschakeld zoals u ziet. Koen van Bungen. En als we kijken naar het moment met Kroon. Die de bal met zijn lichaam schijnt mee te hebben genomen, althans dat vindt Kampel. Ja, deze slower. Het is een lastige voor Van Bungen. Het gaat om het moment dat die bal hier terugkomt bij Kroon. Ja, dat is goed. Oké, ik heb een antwoord. Jonas, hoor je mij? Ja, luid. Er is geen reden om je beslissing te veranderen. Kampong, verlies en referral. En Kampong is niet alleen een tegengoalrijker, maar het verliest ook zijn referral. De bal werd gewoon met de stick meegenomen. Jorrit Kroon doelpunten maken. En die prachtige 1-0. 0-1 moet ik eigenlijk zeggen, blijft op het scorebord staan. Nog eens kijken. Ik kan me de aarzeling bij Kampong voorstellen. Maar goed. Als de videoscheidsrechter er meerdere malen aan kijkt, meerdere hoeken, oordeelt dat de beslissing van de scheidsrechter aanvankelijk goed is, is er geen reden meer om aan het doelpunt te twijfelen. 1-0 voor Bloemendaal. Daarmee de eerste schot van de wedstrijd. Dat is ook gelijk een doelpunt opleveren. Een ongelofelijke start hier voor de bezoekers. Ga staan. Ga staan. Ga je gaan niet veranderen dan. Kampong, even van slag, want oei, het leek de volgende kans te komen, maar in plaats van de bal slaat Florian Vroeg Lars Balk omver. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest. En zijn ploeg dus op voorsprong. En nog eens dat moment van Fuchs. Ja, dat is een ongelukje. Maar wat een domper dus voor de thuisploeg. Deze voorsprong voor Bloemendaal. Deze goal van Jorrit Kroon. Die eerst liet zien wat hij in zijn mars heeft. Een geweldige speler is. Pas 20 jaar. En ook hij, we hadden het net over Dirk de Vilder scoren op het goede moment. Ook hij maakte pas 1 goal in de competitie, Jorrit Kroon. Dus zijn tweede van dit seizoen. Een speler die een jaar geleden overkwam van HGC. En u vergeet het misschien bijna. Eigenlijk door een blessure van een teamgenoot, Floris Wortelboer, zijn blessure naar het WK komt. Het stormt dus even op de klapperboom. Hoe gaat Kampong zich herstellen van deze tegenslag? Sander de Wijn. En hij zijn ploeg bijvoorbeeld op sleeptouw nemen. Kampong dat de boel zo goed dicht probeerde te houden in de eerste minuten. Maar de eerste, de beste schot op doel was dus raak. Schepping Bloemendaal met Zwaan. Bloemendaal wat meer ruimte heeft nu. Hart en Schuurman. En daar dus die dekselse Jorrit Kroon. Hoge bal Schuurman. Die is mooi. Die komt aan bij Brinkman, Jasper Brinkman. Een tikkie daar, dat is gezien. Vrijbal dus voor Bloemendaal.
genoeg afstand blijkbaar. Dus mag het allemaal verder gaan. Een wortel door. Wat een daverende start voor Bloemendaal. Dat moet 4000 man in een plukje oranje hier even van bij komen. De Groot. Wortelboer. De overtreding was er van vijf. Ga ook hier, hey. Ook een van de spelers die het blessuretjes kampt. Daar hebben ze een heleboel wel wat bij kampen. Vandoren. Houdt daarin. Zag de paas, heeft een hele goede paas. Laat hij hier ook weer zien hoor, Brinkman. Het was Jenniskens natuurlijk. Tim Jenniskens, ja. Zijn verhaal is natuurlijk ook bijzonder. Was eigenlijk al gestopt. Vorig jaar nam afscheid in de EHL-finale. Speelde in Heren 2, maar was toch wel weer nodig bij Bloemendaal. Nou speelt hij plots weer in de finale onder de play-offs, het landskampioenschap. De Wijn. Kampong zoekt natuurlijk nu naar dat gaatje bij Bloemendaal. Even weer het ritme vinden. Jip Jansen. Kampong nog geen moment gevaarlijk geweest. De eerste 10 minuten. Lukt over bal daar van Haverga. Komt uiteindelijk goed af voor Kampong. Haverga. Ja, ja. Jansen. Met een lange bal, maar die komt niet aan. Nog een trainingtje. Nog een wortelboer. En De Wijn. De vrije bal mag nemen. Misschien nu dan de eerste kans voor Kampong. Jawel, want er komt gelijk een strafcorner aan. Bolle kant. En de scheidsrechter aan. Bolle kant van deze Jasper Brinkman. Nummer 13 van Bloemendaal. Hier die bal van De Wijn. En door Brinkman onhandig op zijn eigen stick getipt. Ja, dat is een cadeautje. Een cadeautje voor Kampong. Die cadeautjes worden over het algemeen graag uitgepakt. Door de ploeg van Alexander Cox. Meerdere wapens op cirkel staan. Martijn Havenga met baardje. En daar links naast met blonde haar Jip Jansen. Zij zijn de kanonnen van Kampong. De meest voorname cornerschutters. De kant tegen, gaan we staan. Jansen of Havenga. Het wordt Jansen. Poging gekraakt en nog een corner. Snel uitgelopen daardoor Brinkman, maar wel ten koste van een nieuwe corner. Kampong ook in. Hier Jacques Brinkman. Dat is niet de vader van Jasper Brinkman, dat wil ik gelijk maar even bij vertellen. Maar wel van Thierry Brinkman. Eveneens bij Bloemendaal in de ploeg. Kom maar, daar komt weer. We staan. Ja. Opnieuw Jansen. En een prima save daar van Maurits Visser. En het doel van Bloemendaal. Bal komt recht op hem af, maar hard was hij wel. En zijn corner van Jansen. Aangeraakt, op. Keurige save van Visser. Het lijkt nog een kans voor Kampong dat het moment even wil pakken nu. 4 minuten op de klok in dit eerste kwart. Ja, de kans voor Vijver. Ah,
aan we gaan. Er werd aangefloten. Dan ligt er wat ruimte voor Bloemendaal, dat er snel uit kan komen. Die redding nogmaals van Visser, dat de bal er aan de overkant van het veld is ongeveer. Het kan snel gaan. Maar verspeeld door Thierry Brinkman. Haverga. Die levert hem vervolgens ook weer in. Overgenomen door Schuurman. En uiteindelijk uitslaan voor Bloemendaal. Dat is actie van Stokbroeks. Lageman. Beide teams elkaar geen duimbreed willen toegeven in deze fase. Gooi is hoog. Het is ontbrand na de openingstreffer van Kroon. Overtreding op Lageman, maar dat mag doorgaan. Goed voordeel gegeven. Dat lijkt me ook een overtreding. Ook dit mag verder, dus heeft Bloemendaal de bal. Komt geen voordeel van, nee, nou, precies. Zwaan. Bal terug naar Van Doren. Wordt hij omgelegd naar de Groot. Brinkman. De bal naar Fuchs. Die zet aan, maar hij speelt vervolgens de bal. Beide teams dus in twee wedstrijden die finale haalt. Terwijl we hier Roel Bovendeert zien, de geblesseerde aanvaller van Bloemendaal. Met Pet. Hij is geblesseerd geraakt tegen Amsterdam. Zeer aan zijn voet. Dat is sneu voor deze aanvaller die al zoveel blessure leed te kampen heeft gehad in zijn carrière. En uiteraard tijdig fit wil worden. Hij heeft nog een drukke zomer voor de boeg met het Nederlands elftal. Hoopt het EK te halen. In augustus wordt afgewerkt. Maar stiekem hoopt hij dus nog deelname aan die tweede, misschien wel een derde wedstrijd. Wie? In deze finale. Ja. Bloemendaal en Kampong zijn de nummers 1 en 2 uit de competitie. Ook Bloemendaal weer de eerste, Kampong tweede. Bloemendaal weer net iets beter doelsaldo dan Kampong. Pakte daarom de eerste plek. Er zijn heel weinig voor elkaar onder deze ploeg. En dus terechte finalisten. Nu die voorzet. En ook dat is een corner. Nummer 3 alweer voor de Utrechters. Voorzet. Opnieuw is het Brinkman zo te zien. In die corner veroorzaakt. En publiek dus weer op de banken. Gaat hij het doen, Jip Jansen. En mocht de eerste twee nemen. Haverga staat er ook bij op kopcirkel. Kom maar, tempo. Hassan. Welke kaart speelt Kampong nu? Komt weg. Ja. Wisselen van plek. En dan wordt het Haverga. Weer goed uitgelopen. Door Jasper Brinkman, die daarmee zijn fout herstelt. Wel snel uitgelopen. In corner 3 dus om zeep geholpen door Kampong. Dat gebeurt aan het eind van het eerste kwart. Het eerste kwart waarin Bloemendaal dus op voorsprong kwam. Met de eerste kans van de wedstrijd. En de eerste kans van de wedstrijd levert dus meteen een doelpunt op. Rendement met dat. Goed zo. Hier nog eens kijken, dat moment hier, Jorrit Kroon. Harder bedoel je, langer of harder? Die bal meeneemt en uiteindelijk prachtig afrondt. Wipt hem hier mooi omhoog
Dan is zo goed dat air hockey. Keurig afgerond hier door Kroon. Wat een moment om de score te openen. Werk aan de winkel dus voor Kampong, voor deze Alexander Cox. Helaas niet meeluisteren met de coach van Kampong, maar duidelijk is dat het rendement van Kampong wel iets omhoog moet. Dat is vooral het rendement van die corners. Veel veldkansen hebben de Utrechters niet gekregen. Bloemendaal overigens behouden ze de 1-0 ook niet. Maar de voorsprong is er natuurlijk wel voor Bloemendaal. Bloemendaal dat met zijn eerste goal maakte in de play-offs dit seizoen in de eerste helft. Tegen Amsterdam uit aan het late goals van Jasper Brinkman en Tim Zwaan. Bloemendaal de zege brachten. En thuis tegen Amsterdam was het Florian Fuchs die 11 minuten voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. Bondscoach Caldas ziet dat het goed is. Dat het een mooie finale is tussen deze twee ploegen die elkaar dus zo weinig toegeven. We zijn begonnen. Tweede kwart tussen Kampong en Bloemendaal. Komt Kampong iets doen aan die 1-0 achterstand? Dat is nog steeds de vraag. Dat is de vraag die ons al 12 minuten bezighoudt. Namelijk na die 1-0 van Jorrit Kroon. Keulemans lijkt goed namens Kampong. Maar de vrije bal tegen. Begrijpt het al, het publiek gaat hier staan. De steun die thuisploeg nodig heeft, de 12e man. Komt hier met Kellerman. Goed aangenomen. Blijft aan de bal, stevig gedaan. En opgevangen daar. Gaat naar de grond, lijkt pijn te hebben ook. Kellerman die... Zijn lichaam daar goed gebruikt in eerste instantie. Duel met stevige duel met Schuurman. En dan dat blok. Ik sta hem wel, ja. Dan houdt u vandoren. Wacht op fluitje al. Die zich schrap zette daar. En Kellerman opving. Kampong slechts een vrije bal krijgt. Sander! Sander! Ik wil niet dat je zo reageert. Ik zeg het één keer. Ik wil niet dat je zo reageert. Drie stappen nu. Anders gaat hij dan. Jullie twee daar allebei los van elkaar. Stik aan eigen hand. Hand aan eigen stik, niet duwen. De scheidsrechters houden het kort, zoals u misschien meekrijgt. Hopelijk meekrijgt. De Wijn. Deze bal levert niks op. Uitstaan voor Bloemendaal. Bloemendaal laat zijn 14e finale speelt. 14e finale, record in de hoofdklasse. Bloemendaal deelde dat record met Amsterdam. 13 keer de finale haalde. En daar zie je een kaart voor Sander de Wijn. Ja, die was al gewaarschuwd natuurlijk. Die speelde al met vuur. En moet nu brommen. 2 minuten naar de kant, groene kaart. Duidelijk. Dat was precies wat scheidsrechter van het hek net al bedoelde bij die vrije bal van Kampel. Emoties hebben de overhand even bij Sander de Wijn. Uiteraard balend van deze tussenstand. Maar op deze manier helpt dus een ploeg niet. Kampong dus even met een mannetje minder. In het begin van het tweede kwart. Haverga. Hoge bal. Ja, naar wie gaat hij? Bloemendaal. Dat is het Kellerman die er ook stevig in gaat daar. Ja.
Stok Broeks. Vrije bal met Schuurman. Net zo makkelijk weer ingeleverd daar door Fuchs. Ja, ze wordt vrij grillig speelt, Duitser. Even heel ver terug. Dat was niet zo heel veel uitmaakt. Het is dus een 14e finale, maar de eerste sinds 2014, 5 jaar geleden dus. Dat de Mussen in de finale stonden. Toen werden met 3-2 verloren van Oranje-Zwart. U weet wel, een van de twee voorlopers van Oranje-Rood. Gebeurde wel met een rits andere naam. Handjes niet. Evi Kessing, Tom Boom, Ronald Brouwer. En onze analist, Wouter Jolie, hij was erbij. Oranje Zwart dan met gecoacht door de huidige coach van Bloemendaal, Michel van der Heuvel. Terwijl Sander de Wijn terug is in het veld. Lageman, Kampong is weer met 11 man op oorlogsterkte. En gelijk weer richting cirkel. Tina voor de corner, en die krijgt het niet. Lekker nog, het is gewoon uitslaan voor Bloemendaal. Deze is voor Kampong. Hij krijgt hem tegen, deze is Sander het Hart. Een man die bijna zijn hele leven bij Amsterdam speelde. Als seniorenleven. Seniorhokje. Dat het tijd voor iets anders was, een nieuwe uitdaging zocht. Daardoor de overstap maakte naar de rivaal. En Bloemendaal dus. Ze door ook een jaar bij Stichtse gespeeld. 2017 dus verkast. Amsterdam naar Bloemendaal. Blijde gezichten hier. De klapperbam. Allebei. Ik wil niet dat duwen naar die band toe als hij weg van je loopt. Teugel strak aangetrokken daardoor de scheidsrechter van het hek. Met de Groot hier, als Bloemendaal. Ingeleverd. Met een Kampong counter en dan zijn ze levensgevaarlijk met Kellerman. Zet de versnelling in. Mannetje voorbij, cirkel in. En levert dan wat op. Ja, een strafcorner. Daar wilde Kampong misschien wel meer. Daar rookt Kampong een strafbal. Maar het is slechts een corner. En die video referral die zijn ze natuurlijk ook kwijt. Zeker geen opzettelijke. Moment met Kellerman. Die struikelt daar, ja. Over de benen. Van Sander het Hart. Met een beetje kwaaien wil. Moet je de bal op de stip willen leggen. Maar het is dus slechts naar het Kampong perspectief bekeken. Een strafcorner. Nummer 4 alweer. Waarbij gezegd moet worden dat corner nummer 1 ook gelijk corner nummer 2 oplevert. En hij weer op kopcirkel. Hij neemt nogmaals een teug adem. Jip Jansen. Boys, kom op. Ook niet dat gemien. Gewoon achter de lijn. Gewoon achter de lijn. Als ik het goed zie hier, geen Havinga in het veld bij Kampong. Ja, gaan we staan. Ja? Gaan staan. Komt ie. Ja. Het wordt dus Jansen. Het wordt dus Jansen. Maar die bal, hij neemt hem niet mee. Hij neemt hem niet mee in zijn stick.
De bal blijft wel hangen. De nastoot. De nastoot was het een levensgrote kans. Een levensgrote kans. En natuurlijk is dit voordeel. Van voordeel. Ja, natuurlijk geeft Michiel Otten hier voordeel. Ja, daar mogen ze zich echt niet over beklagen bij de Utrechters. Hier die mislukte corner van Jansen. Maar in de nastoot, in deze nastoot. Wat een supergrote kans voor Jansen. Maar ook die ging er niet in. Het is volgens nog niet zijn avond. Van Jip Jansen. Dat is ook nog niet helemaal zijn avond van Florian Fuchs. Jenniskens, krijgt u hem mee, ja? Ordelboer. Wiese. Niet veel gezien. Is handig. Wiese, de speler die vorig jaar eigenlijk al had besloten om naar eerste klasse rood-wit te gaan. Hij had zijn mondelinge toezegging al gedaan. En toen belde Bloemendaal voor de speler die eigenlijk al gestopt was bij Stichtse vorig jaar. Wilde afbouwen bij zijn vrienden bij rood-wit. Maar als een van de grootste clubs van Nederland opeens belt, dan begin je daar opeens wel aan te twijfelen. Dus staat Wiese momenteel hier op het veld. Anders had hij zondag met rood-wit tegen de Terriers gespeeld. In de eerste klasse. Het kan verkeren. Hij is oud-speler van Groningen. Oud-Saal International ook, Wiese. Dus handig op de vierkante meter. Dat Kampen er weer uit kan komen. En weer met Kellerman. Natuurlijk met Kellerman. Goede bal daar richting Meulenbroek. Maar die komt een paar schoenmaten tekort om die bal te kunnen. Philip Meulenbroek, ja. Over mooie verhalen gesproken. Ja, daar kan hij er ook wat van vertellen. Dat is zo'n beetje de finale van de spelers die al gestopt waren op deze manier. Meulenbroek, ja, die hoekje er dus eigenlijk ook al in Heren 2. Dat verhaal kent u ongetwijfeld. Maar inmiddels is er geen enkele speler na de winterstop in de reguliere competitie in de play-offs bij elkaar meer heeft gescoord dan Meulenbroek. 13 maar liefst. En hier Kellerman. Machtige uithaal, maar prima save daar voor Maurits Visser. Hij deed wat hij moest doen. Hij bleef gewoon staan. Het harde schot ketsen van zijn leggers af over de zijlijn. Sta hier, niet doen. Kampong houdt druk op de cirkel van Bloemendaal, maar deze bal is gevaarlijk. Wordt daarom afgefloten. Eens kijken naar de actie hier van Sander de Wijn, die dit mooi doet. Ja. Manu Stokbroeks verrast. En het schot van Kellerman richting Korterhoe. En daar stond Maurits Visser. En Kampong even de betere ploeg op dit moment met Keulemans. Overtreding van Schuurman, ja, vrije bal. Die wil Kampong snel nemen. Het tempo wordt opgevoerd door de thuisploeg. En Shadow direct afhouden. Bloemendaal. En daardoor gaat deze counter niet door. Zeg even wat eens bij Michel even met buurten. Spelen! Voordeel gegeven daar. Nog maar een corner. Kampong omsingelt de cirkel van Bloemendaal. Daar. Ja, daar is goed. Ja, speel Kampong, de gevaarlijkste ploeg. Krijgt de meeste kansen, maar... staat er wel degelijk achter. De Wijn. Hij krijgt een fielder de bal mee. De Wert. Zo'n hobbelbal. Goed het oog erin. Naar de Arthur van Doren. Spelen! Doon. Nee, stik.
Ja, het kost Bloemendaal wat tijd om eruit te komen, maar dat blijkt dan toch te lukken. Wat handige trucjes van Kroon en ook van Doren. Die de rust bewaren daar. Die gevaarlijke plek daar voor de eigen 23 meterlijn. En Kampong dat vol druk blijft zetten. Speel! Wel wat goed geblokt daar. Van Koen Visser. Bal van de Wilder. Meulenbroek. Voorlangs. Knap schot. Deze Meulenbroek. En de bal van de Wilder. Die paas was prima. Meulenbroek mooi gecontroleerd. Ja, daar ging Vijver natuurlijk nog voor de tip in. Raakt hij misschien zelf op. Nieuwe kans voor Kampong. Kampong massaal ingezakt weer. Dat is een mogelijke aanval van Bloemendaal te kunnen weerstaan. De Groot. Portelboer. Backhandje. Er komt voor maar een lange corner via de wei. Loris Portelboer, hij was dus de pechvogel. Hij mist het WK. Afgelopen winter. Schouderblessure. Oefen campagne. Roepen die blessure op. Daardoor ging een entreebewijs voor het toernooi in Bhubaneswar naar Jorrit Kroon. Dan zag Floris Wortelboer vanaf de bank. Vanaf de bank in de woonkamer. Nederland de shootouts van België de finale verloor. De Wijn verspeelt de bal. Nou, niet meer heel veel gaan mekkeren, want dan kon de kaart wel eens een andere kleur gaan krijgen op een gegeven moment. Schuurman. Afgemeten paas. Naar Brinkman. We hebben nog weinig gezien deze wedstrijd. Speelt nu de bal aan Sjoerd de Wert. Nu raad het al. Ook hij was eigenlijk al gestopt. Ga door. Samen met Philip Meulenbroek en Heren 2 van Kampong. Hier geen voordeel. Totdat er een heuse blessuregolf uitbrak. Hij neemt die bal van haar. Bij de hoofdmacht. Ja, en ook hij dus weer teruggeroepen. En het waren de Wert en Meulenbroek die hier samen een hele belangrijke goal zorgden tegen Oranje Rood vorig jaar in de halve finales. Meulenbroek vlak voor tijd scoorde. Aangeven van de Wert. Hier de bal. Kan een kaart komen. Ja, dit komt er inderdaad voor Floris Wortelboer. Wegspelen van die bal. Onnodig. Een beetje dommig. Daardoor de laatste 2 minuten van dit tweede kwart. Een man minder bij Bloemendaal. Powerplay dus voor Kampong. Daar heb je alleen wat aan. Als de paas is goed aankomen. Dat gebeurde nu niet. De bal van Jansen dus ingeleverd. Bloemendaal had ongetwijfeld alles aan gelegen is om die 2 minuten ongeschonden door te komen. Ik bedoel rustig uit te spelen. Ik zou geen risico's meer willen nemen. Van Doren. Kampong drukt uiteraard. Krijgt de bal hier met een gelukje weer in balbezit. Bezit moet ik natuurlijk zeggen. Misschien nog 1 keer bouwen. Keulemans. Jansen. Wat wel moeilijk de aansluiting vindt. Weinig mensen mee voorin. Ja, dat zou je toch wel anders verwachten in de laatste minuut.
van zo'n tweede kwart. Vlak voor rust. Dit dan ook Kellerman. Ja, het toont momenteel een beetje de onmacht van Kampong. Natuurlijk genoeg kansen heeft gekregen op die gelijkmaker. Ook via Kellerman. Dat was de grootste toch voor Jip Jansen. En ook de meeste voor Jip Jansen. Honor. Kan Bloemendaal misschien nog één keer gas geven. Met Fuchs. Nee, Zwaan is het. De Wijn. De laatste 10 seconden zijn aangebroken. En ook deze bal over de zijlijn gaat. Ja, slordig geven nu bij Kampel. Bij Havenga hier. Technische fouten die Kampel normaal gesproken amper maakt. Mede daardoor een 0-1 stand op het bord bij Kampel Bloemendaal. Deze eerste helft. Deze eerste twee kwarten die er nu op zitten. Bloemendaal had een 1 kans genoeg om toe te slaan. Jongert Kroon. En zijn doelpunt te maken. Na 5 minuten sloeg hij toe. In zijn eerste seizoen van Bloemendaal. Kampong kreeg veel corners. Slaagde er niet in die te benutten. En daardoor die 0-1 stand op het bord in Utrecht. Zijn ploeg dus met een voorsprong rust en Michel van der Heuvel. In Utrecht, waar de zon langzaam ondergaat. En van deze mooie lentedag. Ik ga zo naar de analyse van Jeroen Mansier met Wouter Jolie. Kijken wat zij ervan vonden, deze eerste twee kwarten. Na de pauze kom ik graag bij u terug voor 3:15 en 4:15 van Kampong tegen Bloemendaal. Tot zo. Ja, we zijn terug hier op de tribune van Kampong en er wordt gesproeid achter ons. Wouter, ik hoop trouwens dat we droog blijven. Ik kreeg een bericht, kan zijn dat we een beetje nat worden. Vinden wij niet erg? Tuurlijk niet. Vinden wij niet erg. Wij gaan terugblikken nu op de eerste helft. Wouter, we liepen hier naartoe en toen zei je eigenlijk al, Bloemendaal mag in zijn handjes knijpen. Dat ze nog steeds op voorsprong staan. Ja, absoluut. Als je kijkt gewoon over de hele twee kwarten, de kansen waren gewoon voor Kampong. Naast de goal van Jorrit heeft Bloemendaal volgens mij 1 of een half kantje gehad. Ja, Fuchs, hè? Fuchs aan het helemaal aan het begin. En voor de rest was het Kampong 3-4 corners. Grote kansen met Jip Jansen, met Meulenbroek, met Kellerman. Ja. Dus ik denk dat Bloemendaal vrij blij is met deze stand. Maar er moet ook denk ik wel tweede helft wat gaan veranderen als ze die stand op het eind nog willen houden. Ja, je kan eigenlijk zeggen, ja, laten we gewoon maar, eigenlijk maar direct naar die 1-0 gaan van Bloemendaal. De start was voor hun. We zien hem in beeld. Kampong denkt eruit te kunnen komen, een onderschepping. Ja, dit is een mooie interceptie. En dit is natuurlijk echt een wereldactie van Kroon. 5 man, hè? 5 man voorbij, door de lucht. En ja, hij is sowieso, vind ik, de tweede seizoen zelf al echt ontzettend goed aan het spelen. Ja. En dit soort maar die laatste beweging, hè? Hoe hij hem daar alsnog meeneemt. Hier. Hup. Ja. Hij legt hem. Hij duwt hem bijna over de keeper in plaats van dat het echt een slag is. Ja. En dat, dit soort acties zie je niet veel. Dat is echt ook knap. Zie je niet veel, maar Jorrit Kroon, deze hele playoff-serie geweldig, hè? Ja, nee, tegen Amsterdam was hij echt al de beste man op het veld. Zeker aanvallend.
En nu begint hij ook weer met zo'n actie. Ja, dan zit je gelijk wel lekker in zo'n finale. Ja. Maar wat je net terecht ook zegt, daarna is het, heeft Bloem dan wel te weinig laten zien. Ja, dat zeg je terecht, want Kampong kwam in de wedstrijd. Hè. Het leek even een soort van een soort impasse te komen. Maar op een gegeven moment Kampong nam het overtouw. Er kwamen kansen aan. En zeker ook voor, via de man die wij voor de wedstrijd bespraken, Jip Jansen. Ja. Via de corner, hè? Corner, Jansen mocht de taal 4 keer aanleggen. En we gaan nu kijken naar zijn eerste. Ja, dit is een hele mooie redding van Maurits Vissen. En dat is natuurlijk ook lekker voor zijn keeper. Eerste finale voor hem ook in zijn carrière. Ja. En hij pakt zo'n bal. En vervolgens komt daar gelijk kans uit. Hup, pakt hij nog een keer. Dus dan kom je als keeper lekker in de wedstrijd. Twee reddingen binnen een minuut eigenlijk. Ja. Dat is lekker voor de keeper. Maar hier zag je dat Kampong langzaam in die wedstrijd aan het groeien was. En meer kansen kreeg. En dit waren de eerste twee. Ja. Nou goed, wat we ook verderop zagen, hè? Jij zei al, wat het type spel wat Kampong eigenlijk speelt. Hè? Ze willen dan ook een beetje op die counter gaan wachten. Die kwam ook op een gegeven moment. De snelheid waarmee Kampong dan nog eruit kon komen hier via Kellerman. Ja, dit is ook echt wel heel knap hoor. Dat, hij begon volgens mij op zijn eigen 23 en steekt dat hele veld over. En terecht de corner uiteindelijk. En dit is wat Kampong wil spelen. Hè? Dus bal op tussen je eigen 23 en middenlijn afpakken. En dan met jongens als Kellerman gewoon gaan counteren. En dat hebben ze een paar keer gedaan. Hier leven ze weer, maar het is in tweede kwart ook nog 2 of 3 keer gebeurd. Dat Kampong echt heel redelijk easy eigenlijk de bal kreeg op het middenveld en zijn spel konden spelen. En dat doen ze dus perfect. Ja, wat is het nou voor Bloemendaal? Hè? De voorsprong is voor hun. Kampong lijkt beter en beter in die wedstrijd te komen. Ben je trouwens verbaasd ook over de fitheid van De Wijn? De Wijn heeft veel minuten gemaakt ook de eerste helft. Ben je er verbaasd over? Ja, kijk, ik ken De Wijn altijd als iemand die altijd heel fit is. Maar goed, hij is natuurlijk wat geblesseerd geweest. Maar ik ben blij voor omdat hij gewoon wil spelen. Je wil ook hier de beste spelers op het veld hebben. Je wil ook als Bloemendaal zijnde niet tegen een half team spelen. Je wil landskampioen worden tegen de beste en jezelf maximaal uitdagen. Maar ja, ik ben blij. Ik zie Kemperman wel wat minder spelers. Ik verwacht dat hij dus nog niet... Alleen op een gegeven moment in de spits. Zei, hey, wat is het nou? Kemperman staat in de spits, maar dat was heel kort, hè? Ja, dus ik denk dat hij nog niet helemaal fit is. Maar De Wijn kan gelukkig voor hem wel gewoon vol spelen. Ja, Kampong kreeg nog een grote kans in de eerste helft. Had ook nog een goal kunnen zijn. Daar gaan we ook nog naar kijken. Het was een actie van De Wijn. We gaan nu... Ja, hier komt hij aan. Gaan we goed kijken dus... welk moment het is, ja. Kijk, hier komt hij voor Jip Jansen stik. Ja, die kan hem eigenlijk binnenplatsen. En hij was gewoon een beetje verrast. Ze wilde denk ik die corner hebben. Wat Bloemendaal wel goed doet, ze hebben nu 3 van de 4 corners uitgelopen. Dat is natuurlijk ook wel lekker voor Maurits, maar ook voor het team. Dat vertrouwen, dus ik ben ook wel benieuwd hoe Kampong daar tweede helft mee omgaat. Gaan ze variëren of niet? Maar dit was ook een levensgrote kans voor je. Dit was misschien de grootste kans van Kampong van de eerste helft. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, wat vraag je van de tweede helft? Ik bedoel, Kampong heeft blijkbaar de code gevonden die kan leiden tot succes. De goal valt dan nog uit. Maar hoe gaan zij de tweede helft tevoorschijn komen? Ja, wat ik vind is Bloemendaal eigenlijk na die 1-0 iets te veel die voorsprong gaan verdedigen. In plaats van dat ze hun eigen spel zijn blijven spelen. Kampong die voelt ook gelijk naar die achterstand. Wij moeten hier iets gaan doen en gaan aanvallender eigenlijk spelen. En dat werpt voor hun heel vrucht af. Ik denk dat Bloemendaal ook gewoon niet te voorzichtig moet gaan. Gewoon ook gewoon vol die tweede goal op blijven zoeken. En Bloemendaal en Kampong erachterin blijven onder druk zetten. Dat is niet in ieder geval die voorsprong gaan verdedigen. Ja, van tevoren bespraken we al Arthur van Doren, de passing. Hij had van de aantal in de eerste helft een paar heerlijke passes. Maar jij zei ook van, hé, als je goed kijkt hoe Kampong hem uitschakelt eigenlijk in de opbouw. Ja. Dat doen ze heel slim, hè? Ja, je ziet gewoon dat Kellerman, die staat voornamelijk centrale spits. Die staat heel erg voor Arthur. En dan moet je ook tweede helft maar opletten. Die gaat heel erg voor Arthur staan. En ze laten Matze Goot tot vrij. Ja. Nou, dit is een wereldpaas overigens van Arthur. Of Tim Zwaan, ik weet niet meer precies wie het was. Deze was van Arthur? Ja, nou, dus in het begin van de wedstrijd had Kampong daar best wel moeite mee met die hoge ballen. Dat gebeurde 2 of 3 keer. Ja, ja dit is natuurlijk heel mooi. Achter die linie spelen. Mooie aanname van Cher. Nou, komt er deze keer niks uit. Maar eigenlijk na een minuut of 5, 6, 2, 3 keer van die ballen is het ook niet meer voorgekomen. Kampong heeft dat wel kunnen elimineren blijkbaar. Ja, maar hoe doen zij dat dan? Ik bedoel, dan zetten zij hoger druk op de andere kant. Waardoor Arthur wat minder vrijkomt. Ja, dus er zit even tussen centrale verdedigers, tussen Arthur en Matze Goot zit 1 meter of 30. En ze gaan gewoon dicht bij Arthur staan. En als Matze de bal krijgt, laten ze hem gewoon kiezen ervoor om van nou, paas jij dan maar. Hè? Omdat ze gewoon weten dat de echt goede paas in het gevaar van Arthur gaat komen. Maar goed, ik weet van mezelf, ik heb lang met Matze ook in de as gespeeld. Die kan ook heel goed pasen, dus hopelijk gaat hij er ook wat meer gebruik van maken in de tweede helft. Ja, we gaan het zien in de tweede helft. We zien dat de spelers van Kampong alweer het veld opkomen. Het is altijd een mooi gezicht, hè? De kinderen die dan hier in de rust toch weer lekker op het veld aan het hockey waren. Spelers van Kampong komen het veld erop. Ja. Een sproeiertje ontwijken nog. Hey,
Dat blijft toch het mooie in ons hockeysport, dat ook in de finale landskampioenschappen gewoon 200 kinderen op een hockeyveld kunnen gaan staan en rennen. En ze luisteren allemaal braaf en zijn wel weer het veld af. Dat is geweldig. Het was trouwens op een ander opvallend moment in de eerste helft. Er was één man in het hele stadion zonder jas aan, gewoon in zijn t-shirt. Ja, Max Galdas. Het was de bondscoach. Max Galdas heeft dit niet koud. En ik moet ook zeggen, het is prima uithouden nu. Ja, en dat is de Argentijn, hè? En dat is de Argentijn, ja. Die is helemaal... het is nog wachten op de spelers van... Oh, Max heeft zijn jas alweer aan. Kijk, we zien het al. Hoog overleg met Steven Veen. Steven Veen, ja. Teamart staat erbij, Corny van Menten. Die zei waarschijnlijk van Max, trek je jas aan, want juni is al vrijdag bij. Je moet presteren. Nee, maar ik denk wel tweede helft waar het echt om gaat is, weet je, nu gaat de vermoeidheid ook spelen. Hè. Zo'n eerste helft is toch soms wat meer schaken in dit soort finales. En nu, iedereen kan een beetje de gaten nog dichtlopen. En zo direct komt er vermoeidheid aan. De jongens zijn vermoeid van de play-offs, die zijn vermoeid gewoon van lang seizoen. Ja, nu ga je gaten laten vallen. Nu gaat het ook een beetje natuurlijk op de karakter en het strijdlust aankomen. Misschien een beetje wat Maurits Visser vorige week zei. Ja. Hey, ik wacht een vechtwedstrijd. Hij verwacht een vechtwedstrijd. Ja, dat is tot nu toe nog niet geweest. Nee. Bloemendaal eerste kwartier beter, niet echt grote kansen. Daarna pakt de Kampong echt over met kansen. En ik verwacht wel dat het nu wat meer open wedstrijd gaat worden en dat er nog wel wat goals gaan vallen. Maar wordt het een vechtwedstrijd, kan je dan zeggen dat het misschien in het voordeel is voor Bloemendaal? Hè? Ik bedoel, qua fitheid van de selectie breed gezien, dat kan in het voordeel zijn van Bloemendaal. Ja, tuurlijk. Het gaat niet alleen maar vandaag beslist worden. Het is natuurlijk wel heel lekker als je hem pakt. Maar het gaat natuurlijk straks over het weekend nog heen. Maar je gaat zeker derde en ook nog zeker vierde kwart zien. De spelers raken vermoeider. En hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je verdedigend in je organisatie? Of geef je die gaten voor een Kellerman of voor een Thierry Brinkman? En wie gaat dan die kant maken? Want dat is natuurlijk ook, hè. Ga je je corners maken, ga je de kant die je zo direct krijgt maken. En dat, daar gaat hij op beslist worden. Ja, we gaan kijken of die cornermannen vandaag ook beslissend gaan zijn. Ja, hadden we al aan. Maurits Visser speelt zijn eerste play-offs, zijn eerste finale überhaupt. Hoe vind je dat hij doet tot dusver? Ja, tot nu toe heeft hij goal schoongehaald. Hij doet het wel goed. Hij doet het gewoon hartstikke goed. Nou, wat ik wel knap vind. Kijk, corners werd hij vroeger nog wel eens opgezegd van, hè, fantastische veldkeeper. Max zei het, hè, daar ligt eigenlijk een kans voor Jip Jansen. Hè? Ja. Corner op Visser, ja. Misschien is dat een zwakte van hem, maar hij pakt ze nu lekker. Nee, daarom. Dus dat was in het verleden nog wel een zwakte, maar daar heeft hij zich ontzettend op verbeterd. Tot nu toe is hij nog niet gepasseerd op de corner. Dus, Nou, Visser gaat zijn helm weer opdoen. Dat betekent dat wij klaar zijn voor de tweede helft. We gaan weer over naar onze commentator Raymond Borgers. En wij zijn afloop weer terug met interviews en analyses van Wouter. Ja, goedenavond terug vanaf het veld. Vanaf de klapperloom dus. Het derde kwart is op het punt van het beginnen. Bjorn Kellerman mag de bal straks aan het rollen brengen. Voor Kampong, dat is tegen een 1-0 achterstand aankijkt tegen Bloemendaal. Bloemendaal, mocht u het gemist hebben, een schitterende goal heeft u gemist van Jorrit Kroon. Na 5 minuten zorgde hij voor de prachtige 1-0. Voor Bloemendaal, dat eigenlijk de mindere ploeg was. In de eerste twee kwarten de meeste kansen. Betere veldspel voor Kampong. Maar Kampong liet het na om die kansen te benutten. Dat zal beter moeten, willen de Utrechters hier iets van willen maken. Utrechters dus met een wat gemankeerde ploeg. Veel blessures, veel kleine blessuretjes. Met het daardoor Robert Kemperman amper in actie gezien. In die eerste twee kwarten. Sander de Wijn wel in het veld. Hij kampt met blessures. Niet genoemd Lars Balk. Hij maakt gewoon zijn minuten bij Kampong. Er zijn meerdere spelers met pijntjes. En gaat Kampong dat nou opbreken in deze playoff-serie? Ze hebben de Horders HGC zonder al te veel grote problemen genomen. Zelfs een ruime overwinning in de eerste wedstrijd. En eigenlijk een krappe zegen afgelopen zaterdag hier in Utrecht. Maar waren ze wel blij om bij Kampong dat het niet op 3 wedstrijden aankwam. Het is een helse tour geworden om daar een fitte selectie voor op de been te krijgen. Hoe dan ook, Kampong. In met lage man. Met de Douwe maakt hij veel minuten. De talenten van de ploeg van Cox, Silas Lageman. Nummer 15. Komt van Nijmegen afgelopen zomer. Hij doet het goed bij Kampong. Noem dan hier waarvan het op zich gevaarlijk kan worden. Cirkel in. Is het Brinkman naar zijn voorin trekt, maar geen ruimte krijgt. Wel een voorzet en een tip in. Uiteindelijk, tip in, het was een voet. Weinig protesten, dus dat zal wel kloppen. Bloemendaal begint de tweede helft, dus de derde kwart kan ik beter zeggen, met een corner. Deze shoot van Tuin Kropboller. Bloemendaal, oké. De eerste cornerpas voor Bloemendaal. Na 37 minuten.
En daar hebben ze wel iemand voor die dat kan. Die dat klusje wel kan klaren. En die staat ook in het veld met nummer 5, Tim Swaan. Hij kan dat als geen ander. Maakt er 12, Tim Swaan, in de competitie. Dat gebeurde vooral via zijn handelsmerk, deze strafcorner. Ik ga altijd gaan staan. Swaan sleept. Maar die bal gaat naast. Jij wel in het net. Maar voor Swaan aan de verkeerde kant van het net. Liet ze dus niet helemaal door van de wijs brengen. Door die sirene. Door een soort van Amerikaanse actiefilm leek hier. Maar ze sleept wel naast. Zo is niet het zijnet, maar het achternet zie ik hier. Hoe dan ook. Bal niet erin. En nog steeds die 1-0 voorsprong voor Bloemendaal. Bloemendaal dat nu bijna evenveel kans heeft gecreëerd. Dat zijn de eerste twee kwarten. Blauw. Kellerman. Een van de gevaarlijkste mannen bij Kampom. Levert deze bal vrij makkelijk in. Van Doren. Ook de bal te kort hier. En Kellerman weer naar zijn bekken. Natuurlijk. Goeie save van Visser. Keulemans. Hand en tand daar verdedigd van Bloemendaal. Het is vervolgens laten opsluiten hier. Van Doren komt er uitstekend uit. Zal de vrije bal hier tegenkrijgen. Die bal kwam uiteindelijk op de voet van de Belg. Die dat zo goed leek op te lossen. Doordat die bal op zijn eigen schoenen kwam. En daardoor weer Kampong. Met Havenga. Zou hij wat vaker mogen aanleggen bij corners nu? Moet één van de vier nemen. Niet duwen. Martijn Havenga. Gas 5, gas 5. De tip in. Hey. Rest 5, meteen 5. Grote 5. Lars Bol. Grote 5. Mag verder weg, meteen. Het mag opnieuw van Michiel Holten. Oh, niet tegen hem. Op randje 23. Nee, nee. Je hoort, hè? Jij niet tegen hem aanlopen en jij niet duwen. Maar stil. Kijk naar jullie allebei. Mooi die gesprekken hier tussen de scheidsrechter en de spelers. De scheidsrechter van Dekker net voor. Bal van Avega. Gekraakt. Goed opgevangen. Maar uiteindelijk goed teruggepakt daar door Kampong. Nou, dan kan het gevaarlijk worden hier. Kellerman. Keurig gekiept, attent gekiept daar. Door Visser. Als een baas. Dat is toevallig ook zijn bijnaam. De droomopvolger van Jaap Stokman werd een jaar na bijna zeggen verhuurd aan Den Bosch. Maar kwam terug toen Stokman stopte. Maurits Visser, kind van de club van Bloemendaal. Dat Brinkman het hier op een lopen zet. De Wijn. Heel lang, jij moet die ballen gaan pakken. Luiks. Steven erin daar. De Stokbroeks. Maar Bloemendaal krijgt de vrije bal mee. Dat levert een heleboel verbaasde gezichten op hier. Uiteraard met gejuich ontvangen door Bloemendaal. Kampel met Van Doren. Bloemendaal natuurlijk, sorry. Doren die hem terugkrijgt naar Schuurman. Brinkman. Cirkel in. Ja, zo halen die een corner tegen Amsterdam. Dat is ook zijn gevaar dan. En nu krijg je hem tegen. Bloemendaal aanvallender. Dan in de eerste twee kwarten. Het zal misschien een beetje geschrokken zijn van die stortvloed aan kansen die Kampong kreeg op de 1-1. Waardoor we toch wat verder van de eigen goal af gaan spelen. Om het onheil niet over zichzelf uit te roepen. Af te roepen natuurlijk. Dat weet deze Michel van der Heuvel als geen ander.
Brinkman. Tart. Goed erdoorheen gekomen daar. Wordenboer, die mag ver komen. En uiteindelijk vindt hij het voetje. Maar dat voetje stond net buiten de cirkel. Of toch een corner. Heel kort overleg tussen de scheidsrechters. Uiteindelijk wel die strafcorner toegekend. Ja, we gaan eens kijken. Ja, die was er binnen. Die Wordenboer knap langs. Mooie rush. Van de Brabander. Zij zijn het echt niet zuinig. De voet van Haverga. En daardoor de tweede corner. De tweede corner van de wedstrijd. Voor Bloemendaal uiteraard. Je ziet hier de statistieken. Kampel 0 uit 4. Bloemendaal mag voor de tweede keer aanleggen. Wat kunnen de bezoekers daarmee? Op groepcirkel geen Tim Swaan zo te zien. Wel deze Jasper Brinkman, die kan slepen. Dat wees hij tegen Amsterdam. Toen maakte hij een prachtige openingstreffer. Stijf in de kruising. De sleephoes toen. Maar niet goed gestopt. Dan wel in bezit. Van Doren. Die flast. Die was het, maar goede save van Hart. Nieuw erin gepompt. Maar opgelost daardoor Haverga. Nog niet helemaal weg. Het zal nu wel gebeuren als Kampong de vrije bal krijgt. En gelijk een hoge peer naar voren daar. Diezelfde Haverga. Maar afgefloten. Ja, Kampong is even zoekende in deze fase. Den Bloemendaal de betere is. Dan na rust. Die aanvallende intenties, dat doet Bloemendaal goed. Ja, dat is goed. Hier Fuchs. De stik getikt, maar stik afhouden vindt de scheidsrechter blijkbaar. Nou, dat is een beslissing die te betwisten valt. Nou, Bloemendaal heeft de bal snel weer in bezit. Wint veel duels ook nu. Deze fase van de wedstrijd. De Wijn. Opgesloten en de bal kwijt. Zelfs. Dat is, zelfs voor hem is dat te machtig. Drie man om zich heen. Sander de Wijk. Hij is binnen. Ja, hij is er binnen. Hij ligt er binnen. Precies goed. Met Hart. Terug naar Stokbroeks. Van Doren. Zo'n 14 ook getennist trouwens. Arthur van Doorn. En een beetje pech was de tweevoudig beste hockey ter wereld. Dus uiteindelijk vooral de tennisbaan te vinden geweest. Maar koos uiteindelijk voor het hockey. Het heeft speler uit Waschaat geen windeieren gelegd. Geweldige aanwinst. De mondiale top. Waarin hij al jaren bivakkeert. Heel jonge leeftijd als een debuut gemaakt. In België. Het is afgelopen zomer dus bij Bloemendaal. Spelen. Nee. Spelen. Niks. Gewoon een hokje terug. Schuurman. Weer terug Bloemendaal. De controle dus. Deze eerste 10 minuten van Q3. Het derde kwart. Deze bal voorbij gaat aan de stick van Ingrid Wiesen. Kampong krijgt er weinig vat op. Zijn hoge bal komt niet aan bij Vijver. Hier een mooie oversteek van Bloemendaal. Met Kroon die hem terug gaat krijgen hier van Fuchs. Ja, dat gebeurt ook. De versnelling erin. Was daar een voetje? Dat mocht doorgaan. De bal gaat buiten de cirkel. Uiteindelijk alsnog gefloten voor die overtreding daar. Ja, dat is goed. Dat is goed. Kroon. Even de bal terug bij Swaan, maar gaat onder zijn stick door en over de zijlijn.
zeldzame slordigheid van Bloemendaal. Van deze Tim Spaan. Haverga, namens Kampel. En uiteraard weer de Wijn, die dus veel minuten maakt vandaag. Haverga. Cirkel weer ingepompt, maar niks meer en niks minder dan een lange corner. Spannende kopjes op de tribune. Bij die 1-0 achterstand voor Kampel. De Vilder. Kellerman. Weinig ruimte. Daar ook geen schot van. De aanvaller van Kampel. Haverga. Goed onderschept daar, de Bloemendaal. Van Doren was dat. Kampel moet er weer inzakken. Haverga aanvallend spelen in deze laatste paar minuten. Kenniskens. Dit is het duel daar van Jansen. Die de bal hier mee zou krijgen. Tim Jenniskens, ja. Hij werd al 3 keer kampioen in Bloemendaal. 2008, 2009 en 2010. Schitterende jaren maakte Jenniskens mee. Dat is bijna dus een decennium geleden. De speler die 2007 overkwam van Tilburg. Toen nog TMAC Tilburg. Dat was hij vereerd, Tim Jenniskens. Dat hij mocht gaan samenspelen met de grote Teun de Nooijer. Na die 3 eerste jaren droogde het dus een beetje op. Het succes van Bloemendaal in de competitie weliswaar. De EL wordt wel het nodige zilverwerk behaald. Door. En de competitie. Te weinig bekers veroverd in de afgelopen 9 jaar. Kampel met Kellerman. Twee ballen, wachten. Ja, goed zo. Ja, niet mijn probleem. Ja, niet mijn probleem. Even wachten. Haverga. Samen met de Wijn. Als er geen ruimte is, terugspelen. Dat is het credo. Totdat iemand het op zijn heupen krijgt natuurlijk. En Bloemendaal vindt het even wel best. We staan natuurlijk met 1-0 voor. Maar 2 minuten op de klok in dit derde kwart. Duwtje op Jansen en wordt het een corner. Het zou zomaar kunnen. Snerpend fluitje en een groene kaart. Ja, dan zou dat normaal niet ook een corner kunnen zijn natuurlijk. En de kaart voor Van der Drift. Maar geen corner, want hij was er buiten. Ja, dan moet ik een corner geven voor iets wat buiten het 23 meter gebied gebeurt. Wel erin gepompt, maar uiteindelijk heeft deze vuurpijl overleefd. Een vuurpijl over de grond, normaal. Sander de Wijn. Eerder een voetzoeker dus. Haverga. Om eruit te halen, maar... Keurig ertussen daardoor, Kroon. Tim, naar de zijkant. Arthur. Waar jij staat. Ja. Het derde kwart zit er bijna op. Het derde kwart waar de ploeg van deze Alexander Cox te weinig liet zien. Om aanspraak te maken op die gelijkmaker. Bloemendaal de betere ploeg. De gevaarlijke ploeg. En misschien hier een 2-0 makend. Nee. Grote kans hoor. Jasper Brinkman. Hele grote kans. Voor de verdubbelaar. Voor de 2-0. Het is dezelfde Brinkman die hier een overtreding maakt. En Kampel dat misschien nog 1 keer kan aanzetten in die laatste halve minuut. Het puntje van het stoelwerk voor het publiek. Dit zijn zitplaats hebben veroverd hier op de Klapperboom. De nodige mensen die hier staan. Van
nog richting cirkel. Jansen. En ook in de cirkel. De Wert. Aangepakt, mag doorgaan. De bal omhoog, maar het gebeurde blijkbaar via een stik van Kampen. Afgelopen? Ja, dan hoefde hij dus niet gevaarlijk te worden. Oeh, Visser. En de klok staat op nul. Bal steekt hand in de lucht of zo. Dus wachten op de zoomer, de toeter. Aan de wedstrijdtafel. En die gaat hier. Daardoor zit Q3 erop. En nog altijd kijkt Kampel tegen die 0-1 achterstand aan. Dit was de grootste kans, of een van de grootste kansen in ieder geval. In het derde kwart hier van Jasper Brinkman. Ontsnapt aan de aandacht hier van Sander De Wijn. Handig tikje opzij. De Wijn denkt al, je ziet hem balen. Je ziet De Wijn al balen. Die vreest de 2-0. Uiteindelijk spatte het schot van Brinkman uit 1 op de lekkers van David Hart. Gelukkig voor Kampong is er altijd nog David Hart. Anders had misschien nu wel 2-0 gestaan voor Bloemendaal. Kampong is op jacht naar kansen, zoals kansen kreeg na die 1-0 van Kroon. Maar die kansen niet afmaakte. Corners genoeg, aantal veldkansen, daar mocht Kampong eigenlijk ook niet over klagen. Maar ja, als je die niet maakt, dan is het lastig terugkomen van een achterstand. Om maar even cliché in te gooien. Wat kan Kampong nog geven in het laatste kwart? In de laatste 17,5 minuut van deze eerste finale ontmoeting tussen Kampong en Bloemendaal. Ja, Michel van der Heuvel zijn mannen oppept voor het laatste kwart. Zelf waarschijnlijk ook een beetje. Terwijl Kampong al klaar staat. Bloemendaal zit nu ook opstel. Toezicht oog hier van nog meer Marieke Dijkstra in een grijze jas linksonder in beeld. Kampong icoon uiteraard. Volgend seizoen coach van de mannen van SCRC. Hier om de hoek, dat wil zeggen in Beeldhoven. Het gebeurt wel in de promotieklasse, want Stichtse degradeerde. Dan komt Kampong dus niet tegen komend jaar. En Bloemendaal ook niet. Luiks. Altijd weer zoeken. Bal de cirkel in, ja. Van dit soort momenten gaan we er waarschijnlijk een heleboel krijgen. In het komende kwart. Van die doorschietballen. Die harde pases richting cirkel. In de hoop op een tip-in of een voet. Misschien wel weer een bevlieging van Philip Meulenbroek. Wie zal het zeggen? Het wordt pompen of verzuipen voor Kampel. In het eerste duel. Om de landstitel. Fuchs. Steady verdedigd daardoor De Wijn. Jan Kroon. Stilaan wat kouder begint te worden hier op de klapperboom. Dat het nu echt iedereen zijn jas heeft aangetrokken hier. Van Doren. De rust bij de Groot. Pas op, hè. Fuchs. Dus een goed kwart achter de rug. Heeft zijn plannen dus veranderd. Leunen te ver achterover naar die 1-0. En de rust besloten wat meer te gaan aanvallen. En dat gebeurde ook. En daardoor heeft Kampong geen kans meer gehad. Sinds de start van het derde kwart. Hij is terug. Natuurlijk dat zijn spelers heel blijven. Zijn internationals, Max Caldas, die leent EK natuurlijk voor de boeg, maar ook finale ronde van de Pro League als Nederland zich daarvoor plaatst. Nog een aantal wedstrijden in de groepsfase van de Pro League. Veel internationals vandaag natuurlijk op het veld. Terwijl Kampel blijft drukken op die cirkel van Bloemendaal. Ja, dat is natuurlijk logisch met een hele achterstand.
in het laatste kwartier tot begonnen is. Haviga. Uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Heel goed. Hij krijgt hem tegen. Ja, Kampel moet een list verzinnen. Of heel simpel, zoals in de eerste twee kwarten niet gebeurde, zijn kans afmaken. Dan kan het nog goed komen voor de Utrechters. Dan kan er nog een shootout-serie worden afgedwongen. Een shootout-serie waarin Kampel het vaak zo goed doet. Ook in finales. Fuchs. Gaat wat meters, maar moet het wel alleen doen. Dan wordt duw en trek, werkende vrije bal voor Haviga. Stevig duel daar met Thierry Brinkman. Haviga als winnaar uit de strijd kwam. Nou, teamgenoten natuurlijk, want Brinkman speelde vroeger. Niet al te lang geleden. Ah ja, terug. Nog bij Kampo. We hebben mee daar voor Stokbroes. Dan noemen we dat het natuurlijk geen haast heeft. Met Zwaan. Aanvallers staan een beetje geparkeerd, want weinig bewogen daar in de cirkel. Dus daar kan de bal moeilijk naartoe. Kampong komt er dan vrij makkelijk uit. Vraag zo bij Kampong of Robert Kemperman nog in het veld gaat komen. Had het daar niet gezien. Benieuwd of hij een soort van joker nog wordt ingezet in die laatste paar minuten. En is dat de list die Kampen moet verzinnen. Inslaan met Jansen. Vrije bal. Beter gezegd dan een corner. Een reactie van Kellerman. Hoge bal, ja. Niet zo'n andere plek om dat te doen natuurlijk, de wei. Zoveel mannen en mensen voor je neus. Wortelboer. Goede rust deden dus. Dat is net ook al. Het speelt een sterke wedstrijd deze Floris Wortelboer. Kilometer vreter uit Teteringen. Zwaan. De cirkel in. Helemaal lekker verwerkt. Dat moet hard in actie komen. De Wilder. Uiteindelijk de vrije bal voor Kampel. Kampel dat voor komend seizoen natuurlijk al Terrence Peters aantrok van Almere. Het zou zomaar kunnen dat er nog een speler uit Almere bij komt. Vlak voor de wedstrijd. Dan gaan we hier Jannes de Geus tegen. Warm onthaald door spelers van Kampel. Die toen niet alles te zeggen. Hij was zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd op het complex aanwezig. Dus als hij straks tekent bij Kampel, moet u niet verbaasd op kijken. International de Geus die al aangaf dat hij naar een grotere club zal gaan. En Kampel is een hele goede gegadigde lijk. Lijkt voor zijn handtekening. De Wijn. Nou, we gaan. Wordt vol op de helft van Bloemendaal. Dat zal in de komende 10 minuten nog vaker het geval zijn. Bloemendaal loert op de counter. Dat kunnen ze ook goed. Een aantal snelle mensen natuurlijk. En een goede hoge bal. Ik heb daarbij ook de flats van Arthur van Doren op. Deze flats. Was het van Doren? Hier het schot. De save van Hart. Dat was wel een kans hoor. Sander het Hart, als ik het goed heb.
Daar moet Kampong dus voor waken. Voor die plotse aanval van Bloemendaal. Op het moment dat het vol druk aan het zetten is op die helft van de tegenstander. Opperste concentratie bij David Hart. Maar je moet wel. Anders dit soort schoten op je afgevuurd worden. Van deze Stokbroeks. Hij keek hem naast. De Ier. Als je het gewoon door laat spelen met je ontvangen. Het Hart was het inderdaad. Wiens schot gekraakt werd door Hart. Bijna naamgenoten. Andere nationaliteit. Kroon. Doen we dat misschien wel een beetje tijd proberen te winnen daar. Verdomd handig gedaan dit door Arthur van Doren. Stel maar. Nou, een keer in een lastige situatie hier bevinden. Deze beelden eens terugkijken. Zo'n 9 minuten voor tijd bij Kampong Bloemendaal. De eerste finale wedstrijd bij de mannen. En dan dit moment van Van Doren nog eens zien. Een geweldige actie daar van de Belg. IJzig kalm. Kroon werd daar gehaakt, daardoor de vrije bal van Bloemendaal. Die was lang en komt hier aan. Maar het schot gaat over. Het schot van Brinkman. Over het doel van deze Hart. Nou, dus weer wat gevaarlijke momenten van Bloemendaal. En aan de overkant nog vrij weinig gevaar. Ook in het laatste kwart. Ja, met ballen in de cirkel gepompt. Maar echte kansen, nee. Die heeft Kampong nog niet gecreëerd. Niet in het derde kwart en dus ook nog niet in dit vierde kwart. Goed daar. Bloemendaal, rustig. Net wat tijd extra met die vrije bal. Wortelboer doet het weer heel goed. Wel voorgegeven, maar ja, daar staat niemand. Voor Wortelboer, want zijn actie had een beter lot verdiend. En nu Kampong en Avega. De sleep. En die komt aan. Een lage man. Visser en balverlies. Ja, Kampong komt er niet meer doorheen. Krijgt die bal amper nog in de 23 van Bloemendaal. Dat is toch nodig om gevaarlijk te kunnen worden. Wiese. Dus een uitverdedigd haar door de Wert. Naar de shoot, ja. Het bleek toch een overtreding daar inderdaad van Kellerman te zijn. Dat klopt, en de vrije bal is voor Kroon. Schuurman. Zes minuten nog heeft Kampong iets te doen aan die achterstand. Die achterstand is opgelopen. Door die goal, die magnifieke goal. Van Jorrit Kroon. Allemaal 5 minuten. Kreeg hij het publiek hier stil. 4000 man. Kan er zoveel van Kampong zijn. Wij zagen met ledenogen aan hoe 1-0 erin ging. Dan wordt het hier 2-0 Schuurman. Nee. Dat ging niet volgens het boekje. Sterker nog, de bal werd afgevloten. Ja, alles goed. Een hele gaten bij Kampong tussen middenveld en aanval. Daar moet hij de bal zelf gaan halen. Johan Kellerman. Maar in dit soort ballen heeft Kampong niet zoveel. Bloemendaal kan weer gevaarlijk worden. De wedstrijd ligt helemaal open nu. De aanvalsdrift van Kampong komt de ruimte Bloemendaal, voor Bloemendaal. De Fuchs, goed verdedigd daar door Kampong, stevig verdedigd. Meer door Jansen. Luiks. De vrije bal mee. Kellerman. En de bal tegen, die ging gevaarlijk omhoog.
publiek gaat er nog maar eens achter staan. Ja, dat is nodig. En Kampong speelt weinig klaar. Na rust. Nog steeds hangt de 2-0 eerder in de lucht dan de 1-1. De Wijn. Haverga. Weinig ruimte daar dus om. Nogmaals De Wijn. En weer Haverga. Lage man, dat mag doorgaan. Vrij voor Kampong, randje cirkel. De Vilder. Een herhaling, weer een vrije bal daar. En wil Kampong natuurlijk, maar zoekt Kampong die corner. Een lage man die daar het duel aan wil gaan. Shootje. En weer die bal buiten de cirkel. Het is een soort bolwerk dat Bloemendaal neerzet. Een bastion waar Kampong nog niet doorheen komt. Hier nu misschien. Bal voor de stick van Kellerman. En die gaat erin. En die gaat erin. Hoe is het mogelijk? Hij zit er toch in. Hij kan het bijna niet geloven. Hij kijkt ongelooflijk uit zijn ogen. Bjorn Kellerman. Ze weten het nog niet zeker, zo lijkt het. Maar Kampong loopt wel terug naar de middenlijn. We gaan dat nog een keer bekijken. Want Bloemendaal vraagt de videoref aan. De Wert met de bal. En richting Kellerman. Die haalt uit. Wat wordt die bal dan nog van richting veranderd? Is het Meulenbroek die er nog aan zit? Het schot van Kellerman. En Meulenbroek die bal daar nog aait. Waarschijnlijk is de vraag van Bloemendaal of dit dan niet gevaarlijk was, die bal van Kellerman. En hij was gevaarlijk. Maar niet gevaarlijk genoeg, want de 1-1 is een feit. Hij telt uit het discutabel moment. En de 1-1 van Meulenbroek, dus weer Meulenbroek uiteindelijk. Terugleggen, terug. Hachelijk moment daar. Pas op, hè. Wat een klap voor Bloemendaal. Nou, vlak voor tijd. 3 minuten voor tijd. Die Philip Meulenbroek. Dat is titel goud waard voor Kampong. Met deze intikker, daarmee doe je hem eigenlijk tekort. Een vreemde goal van deze Meulenbroek. Goudhaantje. Koning Philip, zo mogen ze hem dan gaan noemen hier. Wat is dit een belangrijke treffer voor Kampong. Voordat ze weinig klaar speelden dus. Tot dat schot van Kellerman kwam. Het rare dwarrelschot. Nog 1,5 minuut heeft Bloemendaal om in de reguliere tijd af te maken. Gebeurt dat? Nou ja! Want deze zit erin. Hij telt. Uiteindelijk weer protesten natuurlijk. Brinkman. Thierry Brinkman. Weer wordt de video-scheidsrechter ingeschakeld. Ik check of iemand met een stick daar of niet met zijn hand. Deze keer vraagt de scheidsrechter hem zelf aan. Heeft check of stick of hand. Is het wel een geldig doelpunt is geweest? De scheidsrechter wil de beelden nogmaals zien. Kom maar. Kampong was de referee natuurlijk al kwijt. Is dit een geldige treffer van Brinkman? Dat zeker al weten. Hij wil niet dat hij hier... Dat doet hij. We hebben hem 1 keer van achter het doorschiet. Ja. Kampong een keeper dus. De voorzet van Stokbroek. Was dit bolle kant van Brinkman? Michiel? Ja. Zometeen, als het zit, dan gaan ze... Of telt hij gewoon? Maar als het zit.
Dat is ja, kun je deze inderdaad... Koen van Bungen mag het zeggen. Of deze treffer de boeken in kan of niet? Als er een goal wordt. Hebben we nog één keer achter de goal? Ik ben geneigd om te zeggen dat dit geen bolle kant is. Maar het oordeel is aan Koen van Bungen. Oké, dat is prima. Ik wil dan één keer de actie van Stokbroeks aan het begin van de cirkel zien. Maar die wil ook daar nog even zien wat daar aan vooraf ging. Dus deze actie, na deze paas van Van Doren. Deze actie van Stokbroeks. Mag dat allemaal? Oké, super. Nog eens kijken. Heb je deze nog een keer van achter de goal? Dankjewel. Waarschijnlijk gaat Van Bungen ook kijken naar de stikbeweging van Stokbroeks. Dat dan geen bolle kant was. Maar fijn geanalyseerd deze treffer. Oké, dankjewel. Ik heb een beslissing. Of er geen reden van goal achter. Lossende woord. Michiel van Bungen. Ja. Michiel, hoor je mij? Ik hoor je kom. Oké, daar is geen reden om je beslissing te veranderen. Sport. Het is gewoon een doelpunt. Bloemendaal heeft zijn voorsprong pijl snel weer terug. Thierry Brinkman. De scheidsrechter kijkt zijn eigen beslissing nog even na. Michiel Otten. En zag vervolgens dat Thierry Brinkman een heel erg geldig doelpunt maakte. Waardoor het nu een halve minuut voor tijd 2-1 voor Bloemendaal is. Kampen leest zich terug te knokken. Heeft nu zijn keeper gewisseld. David Hart eruit. Iedereen naar voren bij de thuisploeg. Wat kan Kampong nog hier? De bal voor. Met de moed der wanhoop. De Werd. Nog een keer pompen. Ligt hem op de grond. Ik heb het kroon op de grond. Aan zijn voet geraakt. Nou, die heeft veel pijn. Zet die bal daar vol op zijn voet. Terwijl de officiële tijd inmiddels is afgelopen. Maar er ongetwijfeld nog tijd zal bijkomen. Na dit moment bij Kroon. Ja, daarom. Hier de Werd. En Kroon, ja, die bal vol op zijn voet. Dat doet natuurlijk pijn. Even wachten tot hij terug is. Nou, dan moet Bloemendaal nog even op zijn tanden bijten. Kroon ook, die strompelt naar de kant hier, buiten het zicht van de camera's. Van Kampong nog één keer ten aanval trekken. Haviga met de lange bal, maar deze bal gaat langs alles en iedereen. En dat zal waarschijnlijk de laatste kans zijn geweest voor Kampong. Aan de zijlijn hebben ze de hoorn al gepakt. De toeter, die het einde van de wedstrijd gaat bepalen. Of gaat Kampong nog één keer komen? Mag het nog één keer? Voor de thuisploeg. De bal hier naar de Werd. Gaat hij nog één keer de cirkel in. Die klap van de Werd. Bal omhoog. Lange corner. Iedereen kijkt hier op zijn horloge. Mag er allemaal nog. Ja, dat is goed. En dan is het klaar. U hoort hem, de toeter. Hij doet zijn vinger omhoog. Hij is de matchwinner. Thierry Brinkman. Tegen zijn oude club. Tegen de club waarmee zijn vader ook zoveel successen boekte. Tegen Kampong. In de voorlaatste minuut dus de winnende treffer. Thierry Brinkman. Uiterst goed geanalyseerd door de videoscheidsrechter. Op aanvraag van scheidsrechter Michiel Otten. Niks mis bij dus die goal van Brinkman. En die kwam 2 minuten nadat Kampong weer terug in de wedstrijd was gekomen via Philip Meulenbroek. Ook al zo. Moment waar we nog lang over zullen napraten. Tussen de 1-1 van Kampong in de voorsprong van Bloemendaal. Daar het liefst 62 minuten tussen. Bloemendaal vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Joris Kroon. Die prachtige goal. En Bloemendaal uiteindelijk dus met een zege beginnend aan deze finale reeks. En kan het afmaken. Dan staan er zaterdag op het kopje als de return wordt gespeeld. Als het gehavende Kampong opnieuw op bezoek komt bij Bloemendaal. Want gehavend, ja,
Kampel nog steeds noemen met een Kemperman die zo weinig heeft gespeeld. Die hier zijn trainingsjack over het veld loopt. Een balende Kellerman natuurlijk. In de basis stond van die gelijkmaker. En zijn goal was ditmaal niet genoeg om iets af te dwingen. Treffer van Philip Meulenbroek. Brinkman, de matchwinner. Natuurlijk wordt hij bejubeld en Wortelboer. Een van de uitblinkers vandaag bij Bloemendaal. En dit is mooi, die knuffel van Roel Bovendeert. Van Jerry Brinkman. Een kippenveld momentje. De passeerde Bovendeert met krukken hier het veld op. Kan hij erbij zijn? Hij hoopt het van ganse harte. Een voetbreuk. Dat staat normaal gesproken wel een paar weken voor. Niet een weekje. Zoals Bovendeert hoopte. Kampong bedankt het publiek. Hier zit van de 12e man. Die heeft niet geholpen vandaag in de wedstrijd van Kampong. Het vooral die liggen natuurlijk. In de eerste twee kwarten. De eerste twee kwarten waarin Kampong zoveel kansen kreeg. Zoveel corners kreeg. Maar dat bleek niet genoeg voor de gelijkmaker. Die kwam er dus nog. Maar dat bleek niet genoeg voor shootouts. Van deze Thierry Brinkman, de man met een zak ijs nu op zijn hand. Hij maakte de winnende de voorlaatste minuut. Dank voor het kijken naar deze eerste finale tussen Kampong en Bloemendaal. Die in 2-1 eindigde voor Bloemendaal. We gaan over naar de analyses. We gaan nabeschouwen met Jeroen, met Wouter en met een heleboel spelers. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Ja. Wouter, we zijn terug hier voor de nabeschouwing van de wedstrijd. Wij zien de spelers van Bloemendaal applaudisseren, het publiek bedanken. Ja. De spelers van Kampong bedanken het publiek. Ja, het werd niet die vechtwedstrijd, tweede helft die jij voorspelde, maar eigenlijk gewoon een reet spannende wedstrijd, zeker richting het einde. Ja, het werd wel meer een open wedstrijd en hoe langer die goal niet viel voor Kampong, hoe meer ruimte ze weg moesten geven. En je zag op een gegeven moment waar echt Kampong in de tweede kwart die kansen had, had Bloemendaal die natuurlijk in het vierde kwart, hè, met Sander het Hart, met Fuchs, met Thierry, met Manu Stroekbroeks. Ze hebben allemaal grote kansen gehad, die maak je dan niet. En dan krijg je hem op een gegeven moment toch nog tegen met een mooie goal van, ik dacht Kellerman, maar uiteindelijk bleek het goudhaantje Meulenbroek hem weer gemaakt te hebben. Ja, bizar knap natuurlijk. Ja, net terug uit Barcelona. En, maar ja, die speelt natuurlijk een briljant tweede seizoen zelfs, ongelooflijk. En die maakt hem weer. Ja. Partijt, hè? We dachten, we gaan die shootouts weer krijgen. Maar Christian die kan zijn lijstje weer boven water gaan halen. Ja. Was niet nodig. Nee, het was niet nodig. Het was een briljante sprint van Manu Stroekbroeks. Die een beetje lucky dat duel won bij De Wijn. Ja. En uiteindelijk een mooie voorzet geeft. En hem, ja. Hier is dan dat moment. Ja, hier komt die paas van Fuchs, of van Arthur van Doren. Ja, Stroekbroeks onwijs snel. Hier is, dit is een mooie goal. En Thierry maakte gewoon terecht. Ja, wij zaten in de goede hoek, maar ik snap dat de scheidsje eventjes vraagt van zo'n cruciaal moment in de strijd eigenlijk om die titel, dat hij eventjes door de videoscheids laat checken, want hij stond denk ik ook achter de keeper. Maar wat de discussie dan was waarschijnlijk of het bolle kant al ja of nee was, hè, van Thierry. Oké. Okay. Maar ja, dat was, wij zagen het hier wel. Jij zag het althans vrij heel snel. Was gewoon een goal. Nee, het was een goal. Maar het is gewoon prima om dat te laten checken. Ik was ook eigenlijk zelf wel een beetje verbaasd waarom dit niet in de halffinale is gebeurd. Ik bedoel, dit ook in de halffinale kunnen dit soort cruciale momenten gebeuren om de strijd om de titel. Dus dan moet je ook gewoon zorgen dat je vind ik video hebt. En dat blijkt hier denk ik ook maar weer uit. Jij pleit voor video referral ook gewoon volgend jaar in de halffinale. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Mooi. Kampong terechte winnaar dan over de hele wedstrijd gezien. Wat is jouw oordeel? Bloemendaal. Ja, Bloemendaal. Ja, Bloemendaal. Qua kansen heeft het niet echt ontlopen. Je zag dat derde kwart Kampong echt nog wel even momentum had in het begin om te duwen. Maar langzamerhand moesten ze ruimte weggeven. Toen kreeg Bloemendaal de kansen. Maar ja, het ontloopt elkaar niet. Het gaat zaterdag ook weer elkaar niet ontlopen. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, we zien ondertussen. Wij krijgen zo wedstrijdreacties van Sander Wijn. Die komt op dit moment aanlopen. Ja. Dat is mooi. Die tweede wedstrijd is dan zaterdag op het kopje. Het is wel heel lekker voor Bloemendaal om daar met een voorsprong naartoe te gaan. Hè? Ja, zeker. En je weet ook dat Kampongers niet allemaal even fit zijn. Kemperman speelde vandaag ook niet. Ik weet niet hoe het met Lars Balk of De Wijn qua hun blessures is. Misschien kan je het zo vragen. Ja. Maar het wordt natuurlijk steeds meer een fysieke strijd dan echt een hockeytechnische strijd. Ja. En dat zullen we zaterdag en mogelijk zondag gaan zien. Ja, we gaan het zien. Nou, Sander Wijn staat achter jou klaar. Ja, we gaan hem erbij halen. Ik ga de microfoon geven. Sander Wijn, onwijs bedankt dat je zo snel in de uitzending wilde komen. We zijn live. Een 2-1 nederlaag hier leiden op de Klapperboom. Zo in het laatste moment van de wedstrijd. Ja, hoe zuur is het? Hoe zuur is het? Ja, natuurlijk heel zuur. Eerste helft begonnen we wat te afwachtend. Het was niet de bedoeling. Misschien maakte het toch veel indruk op heel veel jonge jongens. Waarvoor het de eerste dan wel de tweede keer is.
Daarna, het tweede kwart, knokken we ons wel echt in de wedstrijd. Het momentum op dat moment bij ons. Mogelijkheden op de gelijkmaker. Tweede helft golft een beetje op en neer. Kunnen niet echt doortasten in de tweede helft qua kansen. Dus dat is wel jammer. En dan valt hij toch nog binnen. Die Dekselse Meulenbroek weer, hè? Ja, volgens mij raakt hij net aan voor de keeper. Dus daar prijsden we ons op dat moment best wel gelukkig mee. Want hij viel redelijk uit het niets. En dat hij dan nog met een minuut te spelen binnenvalt. Zuur. Ja, wij keken naar die wedstrijd. De openingsfase van de wedstrijd was duidelijk voor Bloemendaal. Daarna leek het alsof jullie toch een soort van de code al ontdekt hadden. Van, hè, de kansen kwamen van jullie kant. Waarom lukte dat de tweede helft dan niet, hè? Het creëren van al die kansen? Ja, weet ik niet. Zo 1, 2, 3. Kijk, wat fysiek dan mee, hè? Het verhaal bij Kampong is dan ook, hè, de blessures en veel mensen die niet helemaal topfit zijn. Speelt dat mee? Ja, dat zou zeker een oorzaak kunnen zijn dat we misschien wat ritme daarin missen. En Bloemendaal had natuurlijk ook gewoon een goede ploeg. Had het verdedigend uitstekend voor elkaar, dus was moeilijk doorbreken. Ja. Hoe sta je er zelf voor, fysiek? Je hebt vandaag veel minuten gemaakt. Zaterdag wacht dan duel 2. Heb je genoeg tijd om volledig te herstellen en dan weer fit aan de start te verschijnen? Ja, we gaan de komende dagen weer aan de slag, zoals de afgelopen 2 weken eigenlijk uit hebben gezien. Ik verwacht zaterdag er gewoon weer te kunnen staan. Op een gegeven moment één sprintje met wortel op rechts langs de zijlijn moest ik wel erg hard eraan trekken. Maar mag zo, dat weet jij niet volgens mij. Nu moest ik alle zeilen bijzetten. Maar ik ben zelf niet helemaal tevreden met mijn optreden vandaag. Ook te veel cruciale duels. Net half of niet hard genoeg opgetreden. Dus is misschien een opstapeling van te weinig ritme. Net het laatste beetje wat je fysiek mist. Ja, nog een paar dagen dan, duel 2. Hè. Er valt nog alles te winnen, een 1-0 achterstand. Nou, er zijn nog 2 wedstrijden te spelen voor jullie. Als het zaterdag goed uitpakt voor jullie, hoe zien de dagen er tot aan zaterdag uit voor jullie? Morgen rond het middaguur komen we weer bij elkaar en gaan we ons gewoon weer voorbereiden en toewerken richting zaterdag. We hebben het al eerder geflikt. Ja, zo positief moeten we ook gewoon zijn. Wij zijn een van de weinige ploegen die nog wel regelmatig op het kopje weet te winnen. Dus, en zo ook, ik geloof 2 jaar geleden, toen we het beslag legden op onze eerste titel, wonnen we 2 keer uit. Hield ook niemand voor mogelijk. KDL. Ja, die was voor hun. Weet je wat, niet zo mogelijk, maar de eerste slag is verloren. De eerste slag is verloren. Sander, onwijs bedankt voor je reactie. Succes met de voorbereiding richting zaterdag en zaterdag in dat duel. Dankjewel. Thanks. Ja, ze hebben het eerder geflikt, dat zei hij al. En dat is de hoop die Kampong dan nu heeft om dat kunstje dan weer te gaan herhalen. Terechte hoop ook, vind jij? Nee, tuurlijk. Dit was gewoon kon beide kanten opvallen. Dus ik snap wel dat zij het niet op gaan geven. Maar ik vind het ook wel weer, typerend wat hij zegt. Van, ik was niet helemaal tevreden over mijn duels. Ik denk ook dat hij op die 2-1 bedoelt. Zo'n duel dat hij dan van Stokbroeks verliest. Waar dan uiteindelijk beslissende goal uitvalt. Ja. Enerzijds mooi dat hij zo kritisch is. Anderzijds geeft hij inderdaad ook wel aan. Hij zit er niet 100% fit in. En weet je, weet gewoon van de Wijn. Dat is iemand die altijd fit is en dit soort duels niet verliest. En daar, dat merkt hij zelf ook. En dat gaat richting zaterdag. Gaat dat natuurlijk alleen maar meer en meer spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Kampong daarmee omgaat. Ja, hij haalt het ook aan. Hè? Voor veel jonge jongens bij Kampong is dit dan een eerste finale reeks. Ja. Speelt ook mee, hè? Tuurlijk speelt ook mee. Maar volgens mij is dat bij Bloemendaal hetzelfde. Maar ik snap het wel. Ik zag echt veel jonge jongens spelen. En ook wel mooi dat ze die speelminuten kregen. Wij gaven op een gegeven moment tijdens de wedstrijd ook nog aan. Van ja, Meulenbroek staat eigenlijk helemaal niet zoveel in het veld. Dat betekent toch dat Cox die jonge jongens gewoon de kansen geeft en de minuten geeft. En dat is natuurlijk ook wel weer te prijzen. Ja, je had hem aan. Mooi moment om die 1-1 er nog bij te gaan pakken van Meulenbroek. Ja. Wij dachten eerst Kellerman, maar Meulenbroek zat er nog heel handig bij met zijn Ik ben benieuwd hoe hij hem aanraakt. Wij zagen het toen live niet heel goed. Even kijken, dus hier een blok van Tuur. Goed schot. Oh ja. Meulenbroek staat net daar nog voor de keeper. En hij valt een beetje enerzijds uit het niets, aan de andere zijde, je moet Kampong ook niet te veel kansen geven. Dus hadden er al zoveel gemist, dan weet je dat er ook wel een keer eentje ingaat. Hij leek voor Visser, hè, totdat de stik van Meulenhoek ertussen kwam. Ja, hij tikte net voor zijn handschoen weg en je ziet Visser ook denken van wat gebeurt hier nou? Want in principe is dit natuurlijk geen moeilijke bal, maar het is een hele duidelijke goal van Meulenbroek. Dus dat weet je, weer zo'n Meulenbroek goal. Echt een Meulenbroek, daar staat hij daar weer. Goal. Ja, superknap. Dat verhaal is wel bijzonder. Hè, van we kennen het verhaal uit de halve finale van de play-offs. 4 goals in de eerste wedstrijd tegen HGC. Ja. Gaat dan naar Barcelona, komt terug. En staat hij dan gewoon weer. Ja, dat kan gewoon, hè? Ja, dat kan blijkbaar wel. Ik heb wel met een beetje verbazing dat interview op hockey.nl gelezen. Maar het maakt niet uit, de wet geeft de assist en hij schiet hem binnen, dus ze zijn fit terugkomen. Ontlading met Bloemendaal was groot na afloop, zeker als je dan in de slotminuut wint. Hè? Die treffer van Thierry, die kwam, we hebben hem net al bekeken, maar die kwam
natuurlijk, ja, op een lekkere moment kan eigenlijk niet. Hè? Nee. Ik ga nu naar huis met een, zij gaan naar huis met een onwijs lekker gevoel, denk ik, richting zaterdag. Nee, tuurlijk. Als je de eerste wint en je hebt nu gewoon die twee thuiswedstrijden. Dat is heel lekker. Ik las ook ergens dat Bloem dat team van de 11 competities thuis heeft gewonnen. Aan de andere kant hebben ze ook wel de laatste jaren wat veel van Kampong thuis verloren. Maar goed, dat zijn allemaal statistieken. Dat telt nu weer niet. Zal ik nog een statistiek erbij halen? Nou, in de reguliere competitie waren twee keer een wedstrijd 2-1 gewonnen door beide teams. Ja. Ja, dat betekent vandaag zaterdag dat het vandaag was 2-1. Dat betekent dat zaterdag misschien wel weer 2-1 voor Kampong zou kunnen worden. Ja. Ja, het zou voor de hockeyliefhebber zou het denk ik mooi zijn om daar nog een tweestrijd van te maken het weekend. Maar nee, ik denk wat De Wijn terecht zegt, hun goal viel een beetje uit niets. En dat was denk ik uiteindelijk bij Bloemendaal, die 2-1, die kwam ook een beetje uit het niets. Het was een scoop, laatste minuut naar voren en die valt dan. Ja, maar dat zijn wel de lekkerste, want dan is de ontlading het grootste als speler. Daar krijg je zoveel energie van. Ja, en dat is dan bij Thierry, hè, een emotionele jongen ook. Ja. Wel heel lekker om te zien, hè, dat die emotie bij zo'n jongen daar komt. Zag, ik denk dat het hele stadion ongeveer heeft horen schreeuwen. Maar je weet ook van, je staat er op een beslissend moment. Hij komt een beetje tegen je stik, je weet niet helemaal wat er gebeurt. En hij rolt er net in. Ja, dan kan je hem één ding doen, dat is natuurlijk heel hard juichen. Ja, nou goed, we horen dat Glenn Schuurman ook zo aankomt schrijven voor reacties. We zijn ook benieuwd wat de Bloemendaal-kamp nu vindt van deze overwinning. Zeker. Dan hebben we nog Jorrit Kroon, hè. We bespraken hem als speelde geweldige play-offs. Ja. Het leek lange tijd op dat hij de matchwinner zou gaan worden. Ja, werd het dan niet. Raakte nog wel aan het einde geblesseerd. Ja. Ja, dat kan een aanlating zijn voor Bloemendaal als hij straks niet meedoet. Nee, je mist natuurlijk Roel ook. En als Jorrit een hele belangrijke speler, hebben we natuurlijk al over gesproken. Echt wel de man in vorm. Wat ik echt wel vond, is dat eigenlijk waar de eerste helft Jorrit een paar mooie acties had. Als tweede helft was Floris Wortelboer, vond ik echt de man of de tweede helft, om het zo dan te zeggen. Rent van de Wijn eruit, ja, dat is... Rent de Wijn eruit, maar had hele belangrijke functie in ballen afpakken. In de positie overnemen van Manu Stokbroeks, die een paar keer mee naar voren rende. En dan pakte hij die rechtsachterfiets over. Had hij heel goed door. Een paar mooie acties, dus die was, vond ik, echt drijvende kracht tweede helft op Bloemendaal. Dat was mooi om te zien. Ja, betekent dat Max Kalders waarschijnlijk... Als Smullend heeft zitten kijken hoe zijn wortel, waar hij een groot fan van is, heeft gedaan vandaag. Hè? Ja, maar alle internationals vond ik hoor vandaag. Kellerman en aan de kampongzijde ook en nog veel meer. Dus. Ja. Maar we gaan eerst even Glenn lekker Een van de internationals die ook vanavond schitterde was Glenn Schuurman. Hey. Glenn Schuurman, kom erbij. Dank dat je wil komen. Zo direct na de afloop van de wedstrijd. Een 2-1 uitzege hier bij Kampong. En een 1-0 voorsprong in de play-offs. Ik kan me voorstellen, blij gezichten bij jullie, Glenn. Ja, zeker blij. Het was echt een intense wedstrijd volgens mij. Beide kanten veel kansen. En zij ook veel kansen, dus uiteindelijk heel erg blij. En na die 1-1 dat we die 2-1 nog een paar minuten voor tijd maken, een minuutje voor tijd volgens mij, dat doet heel erg goed. Ja, wat dacht jij toen die 1-1 viel? Ik bedoel, het leek er als op de tweede helft was voor jullie, meer kansen voor jullie dan één kans daar voor Kampong en 1-1. Dacht je niet, we gaan weer naar shootouts toe? Ja, dat gevoel heb je op zich wel na die 1-1. Toen was het nog maar een paar minuten. Alleen het was vooral zuur dat we zoveel kansen kregen. Hè. We hadden het echt af moeten maken. Vooral in het vierde kwart, net begin vierde kwart. En dan weet je dat zij ballen erin gaan peunen en dat ze nog wel een kans gaan krijgen. Ja, dan valt die ongelukkig volgens mij weer bij Meulenbroek overigens. En schiet ze hem erin. Maar uiteindelijk hebben we goede weerbaarheid denk ik, getoond en zijn we er vol voor gegaan. En, nou, ik denk dat hij terecht nog wel die 2-1 scoort. Ja, Maurits Visser zei afgelopen zaterdag na het bereiken van die finale... We moeten weten dat we tegen Kampen moeten. Dat wordt echt de vechtwedstrijden. Was het volgens jou ook zo'n vechtwedstrijd vandaag? Ja, vecht weet ik niet. Volgens mij was het wel ver van beide kanten, zeg maar. Ik heb geen hele rare dingen gezien, maar het is gewoon heel erg intens. Zij gooien heel veel energie in de strijd en wij ook. Wij zijn ook wel een ploeg dat echt aanvallend hockeyt met veel counters, et cetera. Dus vechten vond ik het niet. Het was gewoon ver van beide kanten, maar wel heel intens, ja. Jij in 2010, de laatste landstitel van Bloemendaal, daar was je al bij. Ik zag van de week prachtige foto's voorbij komen van de jonge Glenn Schuurman. Nu op jacht naar misschien wel de 24e landstitel van Bloemendaal in de clubgeschiedenis. Ja, vertel eens, hoe ervaar je zo'n wedstrijd als vandaag? Zo, spelen van zo'n finale weer, hoe is dat voor jou? Ja, fantastisch. Het is al een tijdje geleden, dus sowieso fantastisch. Nee, kijk, hier doe je het eigenlijk allemaal voor. Hè. Daar train je heel het jaar voor om die play-offs te mogen spelen. Als je kijkt dat je hier voor 5000 man staat te ballen met al die fans. Nu achter Kampong, maar ook gedeeld achter ons. Ja, dat is het mooiste wat er is. En je hebt nog niks nu. Zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. Super mooi dat je uit hebt gewonnen. Maar die thuiswedstrijd wordt even lastig. Dat hebben we ook tegen Amsterdam gezien. Het was ook gewoon close. Dus daar gaan we ons gewoon voorbereiden, maar wel met alle vertrouwen. Ja. Je zat in zo'n serie 1-0 voorsprong, maar hoe snel gaat dan die knop nu al om richting zaterdag? Wordt daar nu al over gesproken? Ja, volgens mij zag je het ook wel een beetje aan de reacties zeg maar, na de wedstrijd. We waren blij uiteraard, omdat we in de laatste minuut nog die goal maken.
Maar ja, je hebt oprecht nog niks. Je hebt een voorsprong, maar zaterdag begin je wel op nul. Hoe cliché dat ook klinkt. En ik denk dat we die focus wel goed erin hebben gebracht bij ons. Dus iedereen staat zich goed van bewust. Nou, duidelijk verhaal. Glenn, dank voor je reactie zo snel na afloop van de wedstrijd. Heel veel succes de komende dagen richting duel 2. En succes in die wedstrijd ook. Dank je wel. Jo, thanks. Ja, dat zegt hij. Zo'n conclusie. Ja, je hebt nog niks. 1-0 nee. Voor. Heel belangrijk 1-0 voor. Nu mag je naar je eigen terrein. Ja. Daar proberen om de titel te gaan binnenhalen. Maar je hebt nog niks, hè? Nee, je moet... Dat is natuurlijk wel de kunst in het hele mentale spel van niet verslappen. Op geen enkel moment. Ja, we hebben het volgens mij ook in de Champions League gezien met Barcelona, Liverpool, maar ook met Ajax Tottenham. Je bent er echt pas als je er op het einde bent. En dat zegt hij gewoon terecht. En dat is, ja, Glenn die loopt ook al een jaar of 10 mee, dus die weet ook echt hoe het werkt. Ja, nou goed om te zien. We hebben van beide ploegen nu de reactie gehad. Ja. Ik geef nog een paar huishoudelijke mededelingen voor jullie kijkers, want de play-offs gaan door. Morgenavond, donderdagavond, dan gaan de dames beginnen aan de finale van de play-offs. Dan de wedstrijd Amsterdam tegen Den Bosch, die is live te zien bij Ziggo Sport. Dan hebben we zaterdag de tweede wedstrijd van Bloemendaal tegen Kampong. Die wordt uitgezonden bij de NOS op NPO 1. En die wedstrijd begint om 4 uur. De wedstrijd van donderdagavond, de dameswedstrijd, is om 20:30. En dan hebben we zaterdag de tweede duel van de dames playoffs. Dat is in Den Bosch. Dan speelt Den Bosch tegen Amsterdam. En die wedstrijd is om 12 uur. En die kunnen jullie weer zien op dit kanaal, hier op YouTube. Dus vergeet ook zeker niet te abonneren, zodat je een melding krijgt als wij weer een live-uitzending via YouTube gaan doen. Dat waren een beetje de huishoudelijke mededelingen, Wouter. Heb jij meegeschreven? Lekker gedaan, joh. Heb je meegeschreven? Ja, ja. Ik ga me gelijk abonneren, denk ik. Ga je abonneren? Ja, ben je al abonnee? Nee, ga ik zo gelijk doen. Wel even doen, hè? Ja, ik ga wel even meekijken op de telefoon dat het gebeurt. Is goed. Dan krijg je melding als we weer live zijn. Dat was hartstikke leuk. Wouter, onwijs bedankt voor je aanwezigheid vandaag, voor je analyse. Zeker. En we gaan elkaar ongetwijfeld vast snel weer ergens zien. Helemaal goed. En jullie onwijs bedankt voor het kijken naar deze live-uitzending. En we zien elkaar zaterdag weer.